Goedemiddag en welkom terug bij de Nationale Compliance Conferentie. De vorige keer hadden we wat technische problemen met de live-uitzending, maar hopelijk gaat dat vanavond beter. We zijn inmiddels beland bij het laatste deel, het compliance debat. Het thema van vanavond zal zijn Suriname should aim to be compliant by design and no longer by default. Het debat zal worden geleid door de heer Winston Wilson. De driedaagse compliance conferentie bestond uit de kick-off van afgelopen woensdagavond. Tijdens deze kick-off is aan u de Suriname Compliance Professionals Association gepresenteerd. Gisteren en vandaag hadden wij een tal van workshops met eveneens als thema compliance bewustzijn. Bent u als compliance professional geïnteresseerd geraakt en wilt u graag deel uitmaken van dit platform? Aarzelt u dan niet en bezoekt u de website www.taptoegroep.com voor meer informatie. Vanavond zijn wij beland bij het laatste deel van de compliance conferentie, namelijk het compliance debat. De avond zal worden geopend door onze procureur-generaal, de heer Roy Bajnaat Pandey. En hij zal het hebben over handhaving en toezicht op de naleving van de AML-wetgeving. Daarna starten wij met het debat. En tijdens het debat zullen er discussies plaatsvinden tussen drie tafels. De eerste tafel is die van het bedrijfsleven. Daarbij hebben wij een vertegenwoordiger vanuit de makelaardij. Dat is de heer Joël Tersol. Namens de VSB hebben wij mevrouw Malti Dwarkasing en tevens directeur Lucky Store, de heer Conrad Issa. Voor de tafel van de financiële dienstverleners hebben wij vanuit de Republic Bank Suriname de heer Montague McLeod. Vanuit de Finabank hebben wij de heer Shamsher Ali Sheikh Ali Bax. En vanuit de Hakrimbank de heer Rafik Shuraj Pandey. Vanuit de tafel van de NRA hebben we vanuit de Gaming Board de heer Mauro Tuur. Voorzitter van de PMT NRA, mevrouw Jennifer van Dijk Silos en de heer Winston Ramotar Singh. De panelleden vanavond zullen zijn de heer Jim Boussaid en de directeur Taptoe Groep, mevrouw Brigitte Wongtong Sam. Vanuit uw woonkamer hebt u ook de gelegenheid om vragen te stellen. Dat kunt u doen, u kunt appen naar het nummer 74100090. Nogmaals, u kunt appen naar het nummer 74100090. Ik wens u een fijne avond toe. Goedenavond allemaal. En welkom nogmaals op de derde dag van de Nationale Compliance Conferentie 2020. We zijn al 2 dagen samen, en in principe vandaag is de derde dag, met elkaar om samen de Nationale Compliance Conferentie te volgen. Ik wil ieder hier in de zaal welkom heten. Ik wil de heer Boussaid welkom heten. Ik wil de heer Kalaikan, de directeur der belastingen, welkom heten. Ik wil de heer Ramotar Singh, de voorzitter van de VES, welkom heten. Daarnaast de voorzitter van de ASFA, de heer Bilkerdijk. De heer Mauro Tuur, welkom. En dan de bankiers wil ik welkom heten. De heer McLeod, welkom. De heer Rafik Seuraj Pandey, welkom. En namens de Finabank wil ik welkom heten de heer Sheikh Ali Bax, welkom. Het bedrijfsleven is ook goed vertegenwoordigd vanavond. Ik wil 1 stapje terug doen en ik wil ook welkom heten de commercieel directeur van Trustbank Amana, de heer Sudama, welkom. Het bedrijfsleven, zoals ik reeds zei, is vandaag ook goed vertegenwoordigd, want vanavond hebben we voor u kijkers thuis ook welkom, hebben wij voor u het Nationaal Compliance Debat. In dit debat gaan er diverse groepen met elkaar in discussie. En heel belangrijk, aan een van deze tafels zit de voorzitter van het projectmanagementteam, mevrouw Jennifer van Dijk Silos. Die neemt plaats aan een van de tafels om met de overige groepen in debat te gaan. Mevrouw Jennifer van Dijk Silos, welkom. Verder het bedrijfsleven, de heer Conrad Issa. Directeur van Amazon Gold, welkom. De heer Joël Tersol, welkom van makelaarskantoor kantoor Tersol Vastgoed NV, welkom. En namens de VCB, de Vereniging van Surinaams Bedrijfsleven, mevrouw Malti Dwarkasing, welkom. Ik heb uw namen genoemd van diverse personen. De bedoeling is
dat wij vanavond met elkaar in discussie gaan, in debat, over diverse topics aangaande compliance vanuit diverse achtergronden, diverse optieken. Kijkers thuis, we willen u meenemen om te kijken, Suriname breed, de sectoren breed, hoe men denkt over compliance in de diverse sectoren. We hebben daarnaast ook een panel. Dat heb ik reeds aan u voorgesteld. Het wordt een levendig, constructief debat waarmee we Suriname nationaal, maar ook internationaal willen laten zien dat het compliance bewustzijn daadwerkelijk aan het toenemen is in Suriname. Dat we met z'n allen stappen aan het maken zijn in Suriname. Kijkers thuis, ik wens u heel veel succes in deze leerrijke, leerrijke avond, waarbij we u mee gaan nemen. Allereerst hebben we voor u een opname gemaakt van de heer Bainat Pandey. De heer Bainat Pandey, onze procureur-generaal, die zou vanavond aanwezig zijn, maar vanwege andere verplichtingen kon dat niet. Hij heeft ons gevraagd om toch zijn bijdrage te kunnen leveren. En vandaar dat wij as soon as possible naar hem toe zijn geweest op het parket. En een filmpje hebben afgenomen zodat hij zijn boodschap aan u gasten, maar ook aan de kijkers thuis kon brengen. Ik wil u uitnodigen om samen met ons naar, het, naar de opname te kijken en de bijdrage van de heer Roy Bainat Pandey. En de financiering van terrorisme. Laat mij vooral beginnen door te zeggen dat Suriname in 1998 is toegetreden tot het regionale platform, een platform met de naam de Caribbean Financial Action Task Force. Dit platform heeft tot primair doel om overleg te voeren tussen de lidlanden van de CFADF. Op dit moment 29 lidlanden geconcentreerd in het Caribisch gebied en is nodig van het Caribisch gebied enkele Spaans sprekende landen. En daaraan gekoppeld de landen Suriname, Guyana en Venezuela. Als 29 lidlanden van het CFADF wordt er minimaal 2 keer per jaar overleg gevoerd met betrekking tot thema's die langskomen. En Suriname heeft sinds haar toetreding in 1998 zich opengesteld voor die discussie, niet alleen, maar zich gecommitteerd om besluiten die worden genomen en met name die besluiten die betrekking hebben op geformuleerde aanbevelingen, om die te incorporeren in de nationale wet en regelgeving. Ik moet erbij vertellen dat de CFADF in het kader van het beleid om te komen tot het versterken van het anti-money laundering regime en het regime ter bestrijding van de financiering van terrorisme steeds ervoor heeft gekozen om uit te gaan van de toen 40+9 aanbevelingen van de Financial Action Task Force. De Caribbean Financial Action Task Force heeft zich in de loop van de jaren ook constructief opgesteld om als evenknie van de Financial Action Task Force te opereren. En in 2012 zijn de 40+9 aanbevelingen ter bestrijding van witwassen primair en de financiering van terrorisme zijn in 2012 door de FATF herzien en heeft, is de herziene versie van de aanbevelingen die nu 40 aanbevelingen inhouden door de CFADF ook tot de hunne gemaakt en die hebben lidlanden inclusief Suriname ermee ingestemd om deze 40 aanbevelingen te hanteren in de strijd tegen witwassen en de financiering van terrorisme. Ik moet mij haasten om eraan toe te voegen dat deze 2 thema's in de 40 herziene aanbevelingen
nog steeds gehandhaafd zijn. Alleen zijn er nog twee andere thema's erbij gekomen. Met name de strijd tegen de illegale handel in wapen en munitie, zogenaamde proliferatiebepaling, en de bestrijding van corruptie. Die zijn toegevoegd met als gevolg dat we dus nu praten over vier thema's die landen van de CFATF dienen te adresseren om daar actie op te formuleren in de strijd tegen dus nu money laundering, financiering van terrorisme, corruptie en de illegale handel in wapens en munitie. Wanneer ik dus vandaag hier het heb over de maatregelen die Suriname wettelijk heeft tot stand gebracht, dan praat ik mogelijk over steeds over witwassen, maar u moet in dat verband bij redeneren dat het ook betrekking heeft op de financiering van terrorisme, corruptie en de bestrijding van de illegale handel en wapens en munitie. Om gelet ook op de deelnemers van deze sessies, om met name hun aan te geven dat de verbetering hierin zal bestaan, dat er veel meer meldingen dienen te komen bij het melden ongebruikelijke transacties in het kader van de wettelijke plicht voor de verschillende dienstverleners, de financiële sector, de niet-financiële sector en de gokindustrie, dat die meldingen door het melden worden geanalyseerd om de vertaling te maken naar verdachte transacties en dat vervolgens onderzoek kan komen naar deze verdachte transacties om het dossier op te stellen ten einde die uiteindelijk te beslissen om voorgelegd te worden aan de zittingsrechter. We krijgen niet op alle fronten evenveel medewerking. Dat betekent dat handhaving nog zwak is, verder versterkt moet worden. Maar een tweede interventie die ik heb genoemd, die de wetgever heeft bedacht, naast handhaving, is toezicht. En het toezichtregime is ontwikkeld langs drie sporen. De Centrale Bank van Suriname houdt het integriteitstoezicht, dat is dus de money laundering toezicht op de banken en andere financiële instellingen, zeg gemakshalve de financiële sector. Die toezichttaak is uitbesteed aan de Centrale Bank van Suriname, die de uitvoering van die taak heeft ondergebracht bij het directoraat toezicht kredietwezen. Die toezicht moet van de Centrale Bank moet veel meer strenger worden en geregeld worden uitgevoerd. Daar is er braakliggend terrein om verbetering in te brengen. Een tweede toezichthouder die de wetgever heeft benoemd is eveneens het FIU, MOT Suriname, FIU Suriname, maar dan niet vanuit een analyse-unit, maar vanuit een toezicht-unit. En ook daar is er ruimte voor heel veel verbetering. Ik vergat om bij die doelgroep, de niet-financiële dienstverleners, ik heb de accountants genoemd, maar ik heb verzuimd om te zeggen dat ook de advocaten vallen onder de werking van de wetgelding ongebruikelijke transacties. Ik heb u verzuimd te zeggen dat ook het notariaat valt onder de wetmelding ongebruikelijke transacties. En wat wij zien is dat er nog veel te weinig meldingen komen vanuit de niet-financiële dienstensector met betrekking tot mogelijk gepleegde witwasactiviteiten in het kader van de wettelijke normering, de wettelijke plicht om meldingen ter zake te doen. De derde sector, namelijk casino's en gaming sector, daar moet ik niet te veel over zeggen, want er komt nauwelijks een melding uit die sector naar het melden van ongebruikelijke transactie. Dus toezicht en handhaving zullen in de komende tijd, en we kunnen daar niet lang mee wachten, zullen enorm veel inspanning in gepleegd moeten worden om de wetgeving die er is, te demonstreren dat wij dit kunnen handhaven en toezicht kunnen uitoefenen en daardoor tegelijkertijd een betere nationale score kunnen realiseren op wat we presteren als land in het kader van de bestrijding van witwassen,
financiering van terrorisme, corruptie daarachter en illegale handel in wapen en munitie. Wanneer ik dus dit verhaal vertel, zou u denken, ah, ik maak er een kruisteken bij, omdat we wel een goede wetgeving hebben, maar de handhaving en die toezicht gaan we nog versterken. Nee, we mogen nog helaas geen halleluja schreeuwen. En ik zal u in het kort, in 1 of 2 minuten, vertellen wat er ons te wachten staat. Ik vertelde al dat wij lid zijn van het regionaal forum van de Caribbean Financial Action Task Force. We hebben ons gecommitteerd om uitvoering te geven aan de aanbevelingen van dit orgaan, waarin Suriname ook participeert. Met COVID doen we de participatie geven via online sessies. De 40 aanbevelingen die ik eerder heb genoemd, en ik heb u aangegeven waar die 40 aanbevelingen betrekking op hebben, die zeggen dat elk land, Suriname ook, werk van moet maken om een goed zicht te krijgen op de kwetsbaarheden van het land, op money laundering, financiering van terrorisme, corruptie en de illegale handel in wapens en munitie. Om dat inzicht te krijgen, zegt de eerste recommendatie van de 40 FATF-recommendaties, dat het land een opgave zou moeten doen, het liefst via een nationale risicoanalyse voor money laundering, terrorisme, financiering, etc. etc. Nu is het zo dat wij als land in 2017 ons hebben gecommitteerd om zo populair, wordt het genoemd, een National Risk Assessment te doen. En in 2018 is beslist dat wij, eind 2018 is beslist, dat wij voor de uitvoering van een National Risk Assessment de medewerking gaan inroepen van de IDB. En uiteindelijk is in 2019, ik meen in mei 2019, is middels een presidentiële resolutie dat eerder is geslagen in maart van het jaar, beslist middels de presidentiële resolutie dat, en daar was er een goede nationale understanding voor, maar ook samen met de IDB, dat er een projectmanagementteam aan het werk zou worden gezet om de nodige inspanningen te plegen om nationaal bij de overheid, maar ook in de particuliere sector, te verkennen waar de kwetsbaarheden van het land gelegen zijn op mogelijke witwasactiviteiten, activiteiten die betrekking hebben op de financiering van terrorisme, corruptie en de illegale handel in wapens en munitie. Ik ben geïnformeerd dat de National Risk Assessment, welke is uitgevoerd door populair afgekort een projectmanagement team, die is ingehuurd door de overheid, dat het projectmanagement team in de fase is om hun bevindingen te documenteren in wat wij noemen een National Risk Assessment Report. Wel, de overheid heeft al sinds 1998 steeds een formatie gehad wat we noemen een Nationale Anti-Money Laundering Commissie, waarin participeren actoren van justitie. Het OM levert daarin ook krachten bij, maar het is justitie, financiën, buitenlandse zaken en de Centrale Bank van Suriname. Nou, de Nationale Anti-Money Laundering Commissie heeft op voorspraak van de Caribbean Financial Action Task Force ook een document toegestuurd gekregen. En we hebben gekeken naar wat erin staat en welke informatie ervoor nodig is. En dat document is inmiddels van tekst voorzien. Dit document heet Compliance Questionnaire, de Technical Compliance Questionnaire, om het beter aan te duiden. En inmiddels is een volledig ingevuld document aangeboden aan de door de regering in 2013 en tot vandaag bestaat dit orgaan. Weliswaar met wisselende actoren is dit rapport, de Technical Compliance Questionnaire, aangeboden
aan de Anti-Money Laundering Steering Council. Het is een council, een nationale council, bestaande uit drie actoren, namelijk de minister van Justitie en Politie, de minister van Financiën en de governor van de Centrale Bank van Suriname. Deze Steering Council heeft in portefeuille om namens de regering het beleid te helpen formuleren en de NAMLA wordt erbij gehaald om de linking pin, de schakelfunctie in te vullen voor Suriname wanneer het beleid is bepaald door of vanwege de regering, om dan verder van advies te voorzien in de voorbereiding en waar het nodig is door te communiceren met de Caribbean Financial Action Task Force. De verwachting is, en ik spreek de verwachting uit van de Nationale Anti-Money Laundering Commissie, dat wanneer de National Risk Assessment, het rapport van die National Risk Assessment, zal worden aangeboden aan die Steering Council, de EML Steering Council, dat de council op enig moment zal beslissen over de inhoudelijke zaken die zijn geantameerd in het National Risk Assessment, in de Technical Compliance Questionnaire, om vervolgens de informatie te kanaliseren aan de Caribbean Financial Action Task Force. En waarom? Waarom? En ik zei u ook, we zijn er nog lang niet. Die 40 aanbevelingen waar en die Technical Compliance Questionnaire in het bijzonder, maar ook die National Risk Assessment of toezien, bevatten informatie die Suriname vooraf behoort af te leveren aan de Caribbean Financial Action Task Force om hun landenevaluatie uit te voeren. Dat doen ze voor alle 29 lidlanden. En Suriname stond geprogrammeerd als eerste in december 2020. De toenmalige minister Trouw heeft gecorrespondeerd met de CFADF en kon om redenen die hij opgegeven, vitale redenen, bewerkstelligen dat de CFADF de programmering van Suriname kon uitstellen naar maart 2021. Wel, we staan nog steeds op geprogrammeerd voor maart 2021, maar door COVID heeft niet alleen Suriname, maar meerdere lidlanden in het Caribisch gebied heel veel last gehad en zijn we op achterstand gekomen om zaken voor elkaar te krijgen die betrekking hebben op een tijdig kunnen evalueren van Suriname. We hebben ook nog een nieuw kabinet die zich moet inwerken in de materie om de uitgangspunten al dan niet bij te stellen. En is inmiddels correspondentie opgestart met de Caribbean Financial Action Task Force om de verwachte evaluatie in maart 2021 verder op te schuiven. En ik draag er kennis van dat de CFADF niet alleen Surinamers verzoek heeft, maar nog meer andere landen die in dezelfde situatie verkeren als Suriname, die ook verzoeken hebben gedaan aan de CFADF dat zij reeds het proces hebben opgestart om te komen tot een herindeling van de evaluatiedata voor de verschillende landen, inclusief Suriname. Het is dus verwachtbaar dat maart 2021 verder zal worden uitgesteld. Ik heb er een vaag idee naar welke periode, maar daarover is er nog geen officiële mededeling gedaan aan Suriname. Dus moet ik me inhouden op dit stuk. Ik wil wel één ding heel erg benadrukken. We moeten ons niet laten afleiden door een mogelijke verlenging van de termijn voordat de volgende evaluatieronde plaatsvindt. 1. 2. Niet alle sectoren die operationeel zijn in Suriname zijn nog vallen nog onder de werking van de wetmelding ongebruikelijke transactie en de wetidentificatieplicht dienstverlener. Een branche die bijvoorbeeld buiten de werking valt, is de bedrijven die zich bezighouden met de opkoop van goud, de verkoop van goud, de bedrijven die zich bezighouden met de verkoop van heavy equipment, die voor een belangrijk deel wordt ingezet ook in het binnenland, op goudconcessies,
die vallen vooralsnog buiten de werking van de wet. En ik maak mij enorm zorgen dat de bedrijven die zich bezighouden met de goudopkoop, niet in het bijzonder, maar vooral de goudverkoop en de verkoop naar het buitenland, wanneer die niet tijdig worden gebracht onder de werking van de anti-money-laundering-wetgeving, zal dit een red flag opleveren bij de eerstkomende evaluatie. Het is geen staatsgeheim om te zeggen dat in het kader van de structurering van je systeem, van je anti-money-laundering systeem, er zicht moet ontstaan omtrent de herkomst van geld. En we kunnen een aparte sessie ontwikkelen en ik ben bereid om wat ik in de loop van de tijd heb kunnen leren over structurering van jouw economie en het zichtbaar maken van financiële stromen om daarin een bijdrage te leveren. Maar aan het eind van de dag wil men nationaal, maar vooral internationaal, te maken krijgen met correcte financiële geldstroom. En nu wil ik niet vromer zijn naar de paus. In Suriname, maar niet uitsluitend Suriname, in meerdere landen, moeten wij toegeven dat er behalve de officiële geldstroom ook nog onofficiële geldstromen zijn. Populair worden die aangeduid als de geldstromen in de informele sector. Weet u, de aanduiding informele sector heeft heel veel haken en ogen. Maar ik heb het met name over de sector die niet bij de fiscus geregistreerd staat. Dat is voor mij de informele sector. Omdat de geldstromen die door die sector gaan, niet laten zien aan de fiscus en aan de staat dat die bedrijven die met die geldtransacties te maken hebben, dat die een legitieme operatie draaien. Ze kunnen wel eens zijn geregistreerd bij KKF of een kleine business doen en daardoor inkomsten genereren. Maar internationaal is het een verlangen, met name van de Wereldbank, dat ieder individu, iedere entiteit, ieder bedrijf, op zijn minst een fiscale identiteit heeft, bekend moet zijn bij de fiscus. En dat de fiscus op diens eigen wetgevingsgronden ook interventies kan plegen die tot doel hebben om onverklaarbare vermogens zichtbaar te maken en het mechanisme van afroming in te zetten. Suriname heeft zich gecommitteerd en de huidige regering heeft zich daarover uitgelaten dat zij ook er werk van gaat maken in lijn met de internationale aanbeveling om niet alleen middels strafrechtelijke interventie, ontneming bij witwasactiviteiten, etcetera, tot stand te brengen, maar ook via de fiscale sector, door middel van in te stellen, nu wordt het genoemd, een fiscale fraudeonderzoeksteam dat kan gaan uitgroeien naar FIOD, Fiscale Inlichting en Opsporingsdienst, dat die inspanning gecombineerd met strafrechtelijke inspanningen twee interventiegronden ontwikkelen om zichtbaar te maken illegale geldstromen, geldstromen die onverklaarbaar zijn en die duiden op een mogelijke witwasactiviteit. Dames en heren, ik denk dat ik mijn tijd heb opgebruikt, maar ik dank u zeer voor de gelegenheid mij geboden. Jammer dat ik niet fysiek aanwezig kon zijn. Ik ga ervan uit dat er nog zeker vragen zullen zijn op basis van hetgeen ik naar voren heb gebracht. Ik dank u voor de gelegenheid. Ik dank de groep die mij heeft gevraagd om deze toespraak te houden. Voor de technische hulpmiddelen die beschikbaar zijn gesteld om de recording te doen. En ik spreek de hoop uit dat wij een ander forum of een ander moment weer eens zullen hebben op korte termijn om verder te praten over dit onderwerp. Nogmaals mijn dank en succes met de verdere voortzetting van deze activiteit. Dank u wel. Dat was de toespraak van de PG van Suriname, de procureur-generaal van Suriname, de heer Roy Bainat Pandey. Die onderstreepte hetgeen wat hij zeer belangrijk vond vanuit de motwitwet en regelgeving, de wet melding ongebruikelijke transacties en de wet identificatiedienstverleners en de status van de National Risk Assessment op dit moment.
Ik zie nog een aantal personen in de zaal. Ik wil de heer Arun Hendori welkom heten, directeur van Circle Group. Ik wil mevrouw Sestero Di Hardjo welkom heten. Die is vertegenwoordiger van het FIU in Suriname. En ik wil mevrouw Isabelle welkom heten. Die is vertegenwoordiger van BNets in Suriname. Welkom. Zoals ik reeds zei, we zijn gekomen aan het eind, eigenlijk het afsluitende bijeenkomst van de Nationale Compliance Conferentie 2020. En we sluiten het af met het Nationaal Compliance Debat. De Nationale Compliance Conferentie is georganiseerd door Tepto Group NV. Tepto Group NV bestond vorige maand 10 jaar in Suriname. En de afgelopen 2 jaar hebben we ons mogen inzetten om compliance diensten te verlenen, zowel aan de private als de publieke sector. Ik wil op dit moment aan u voorstellen mijn collega Vincent Wilson. Die zal de debatten begeleiden en het van mij hier verder overnemen. Dankjewel, Brigitte. Iedereen, ook namens mij, van harte goedenavond. Ik zie hier al twee hele belangrijke heren zitten in de aanslag. Mijn naam is Conrad Issa. Ik ben in het dagelijks leven directeur van Lucky Store en directeur van Amazon Gold NV. En zit ook hier namens de VSB, sorry. Mijn naam is Joël Terzol. Ik ben van Terzol Vastgoed en hou me dagelijks bezig met beheer en verkoop van onroerend goed. Ik ben Malti Dwarka Singh. Ik werk bij de VSB en ik ben de policy officer. Goedenavond, mijn naam is Sheikh Ali Bak Samser Ali. Ik ben compliance manager bij Fina Bank. Goedenavond, mijn naam is Montague McLeod, directielid bij de Republic Bank Suriname. Goedenavond, mijn naam is Rafik Soraj Pandey. Ik ben de CEO van de Hakering Bank. Goedenavond, Jennifer van Dijk Silos, voorzitter PMT NRA. Goedenavond, ik ben voorzitter van de Vereniging van Economisten. Goedemiddag, Mauro Tuur van de Gaming Board. En de voorzitter van de Vereniging van Economisten, heet Winston Ramota Singh, als het goed is. Goedenavond, ik ben Jim Boussaid, gepensioneerd bankier. En ik ben vanavond panellid. Goedenavond, ik ben Ismail Kalaykan en ik ben belast met de directie van Belastingdiensten. Goedenavond, ik ben Wilco Bilkendijk, de voorzitter van de ASFA. Zo, nou we deze ronde hebben gehad, dan zullen we even kort de spelregels. Er zullen straks een paar stellingen geprojecteerd worden. Elke groep, er zijn dus 3 groepen. Het bedrijfsleven, mensen van het bedrijfsleven, de financiële dienstverleners. En de overige groep waar de VES en het projectmanagement team in zitten. Iedereen zal een stelling naar voren brengen. Aangeven wat zelf verstaat onder de stelling, waarna de mensen van de andere tafel daar eventueel op kunnen reageren, hopelijk op reageren. De eerste stelling, de heer Conrad Issa, u heeft de stellingen van het bedrijfsleven. Malti gaat de eerste stelling voorlezen, dan willen we beginnen met Malti van de VSB die de eerste stelling zal voorlezen aan ons. Oké, onze eerste stelling dat we moesten uitwerken is: Suriname should aim to be compliant by design and not by default. Nogmaals, Suriname should aim to be compliant by design and not by default. Kan ik het uitwerken? Ja. Oké, we hebben van het bedrijfsleven hebben nagedacht over deze stelling en we zijn tot de conclusie gekomen dat, dat we allemaal moeten werken. Heel bewust moeten werken aan compliant te zijn aan regel en wetgeving, maar ook aan ethische normen en waarden. En dat geldt voor de hele samenleving. Het is niet alleen maar een zaak van de overheid of van het bedrijfsleven, maar van alle segmenten in die samenleving. En als we dat gaan doen, dan zullen we zien dat op een gegeven moment die corruptie wordt ingedampt. We gaan het samen aanpakken. En de gevolgen daarvan, de positieve gevolgen daarvan zullen zijn dat de overheid meer inkomsten zal hebben. We weten dat de overheid geen geld heeft. Dus als die corruptie wordt ingedampt, zullen de inkomsten voor de overheid stijgen. We zullen ook zien dat er een level playing field zal zijn voor ondernemers. Dus dat wil zeggen eerlijke concurrentie.
Good governance code binnen organisaties zal evident zijn. Dus dat wil zeggen transparantie voor wat betreft besluitvormingsprocessen binnen bedrijven. Maar ook de rechten en de plichten van de stakeholders binnen organisaties zullen worden gewaarborgd. Er zullen ook meer mogelijkheden zijn op het gebied van samenwerking en het doen van zaken met het buitenland. En dat geldt zowel voor de publieke als de private sector. We zullen overal een betere moreel-ethische samenleving hebben. En we zullen het steeds moeilijker maken voor criminelen om hun gang te gaan binnen die samenleving. Dus we moeten dus daarom aimen to be compliant by design and not by default. En dus dat geldt, dat is een zaak voor die hele samenleving. En dat wil zeggen dat ieder burger compliant moet zijn. En dat moet dan meegegeven worden als een paplepel vanaf kinds af. Dus het onderwijsproces moet ook daarop worden afgestemd. We moeten ook heel, wat ook heel erg belangrijk is, we moeten role models hebben in de samenleving die integer en ethisch leiderschap uitdragen. We weten wel dat we nog een hele lange weg te gaan hebben. Zeker voor het bedrijfsleven. We hebben wel gezien dat de overheid wetten heeft aangenomen. We hebben gehoord zo net de wet MOT. We hebben ook gehoord van de identificatieplicht van dienstverleners. En de wet voor het, tegen het witwassen. En we hebben wel gemerkt dat binnen het bedrijfsleven bedrijven heel veel moeite hebben om zich te houden aan deze wetten. Er moet echt een traject worden uitgezet waarbij bedrijven in de praktijk die geconfronteerd worden met compliance-vraagstukken geholpen worden om dat uit te zetten. We merken ook dat als bedrijven compliant willen worden, dat ze soms ook hun administratieve organisatie interne beheersing moeten aanpassen aan die compliance-standaarden. En ze weten gewoon niet hoe ze dat moeten aanpakken. En om dat helemaal goed aan te pakken, is er een goede samenwerking nodig tussen het bedrijfsleven en de overheid. Dus ook de beleidsmakers en de toezichthouders, om de educatie in die samenleving voor wat betreft compliance op gang te brengen, te stimuleren en de ondersteuning te geven aan de diverse sectoren binnen het geheel compliance gebeuren. Ik wil nog even wat zeggen over compliant by default. Als we gaan wachten totdat we worden geblacklist, zullen we zien dat het heel slecht zal gaan met onze economie. We zullen dus steeds meer geïsoleerd raken binnen die wereldeconomie. We zullen geen zaken meer kunnen doen met het buitenland. En dat heeft toch het gevolg dat we economisch en sociaal steeds meer achteruit zullen gaan. Dank u wel. Dank u wel, Malti. Ik weet niet of iemand van het bedrijfsleven hier aan heeft toe te voegen. Of is het goed verwoord? Prima verwoord. Het gaat steeds slechter met onze economie en sociaal maatschappelijk op het moment dat we niet compliant zijn en geblacklist worden. Vanochtend heb ik een workshop mogen moderaten. En voor het gemak steek ik daarover naar de overkant, naar de heer Winston Ramotar Singh. Om vanuit die tafel een reactie te geven wat uiteindelijk mevrouw Malte heeft gezegd. Wat u daarvan vindt. Hoe kijkt u daar tegenaan? U maakt het me heel gemakkelijk. Ik kan het volledig met haar eens zijn. Maar misschien dat er in mijn groep wat variaties zijn. Ik ben ook mee eens. Nee, we ondersteunen dat. U ondersteunt het allemaal. Mevrouw van Dijk Silas ook. Suriname should aim to be compliant by design and not by default. Uiteindelijk gaan we ervan uit dat dat de doelstelling is van alle partijen. We hebben dan de tweede stelling. Wie van het bedrijfsleven kan ik voor de tweede stelling het woord geven? Dankjewel, ik mag weer de tweede stelling presenteren. Het is belangrijk om voor zowel de publieke als particuliere sector een good governance code plicht te stellen. Nogmaals, het is belangrijk om voor zowel de publieke als private sector een good governance code verplicht vast te stellen. Ik zat ook in een van die workshops en wat ik geleerd heb is dat compliance en good governance hand in hand gaan. En wanneer we praten over good governance, een good governance code, dan wil dat zeggen dat er transparantie is van besluitvormingprocessen, van bedrijfsprocessen. Er is ook controle op hoe zaken toegaan, dus genoeg checks en balances. Maar we hebben ook te maken met het waarborgen van de rechten en de plichten van alle belanghebbenden binnen een bepaalde organisatie. En natuurlijk staan wij als bedrijfsleven daarvoor. We vinden dat zeker heel goed. En dat geldt dus niet alleen maar voor de
de overheid. Dat geldt ook dus voor de private sector. Want we denken als er good governance is, bij zowel publiek als private sector, dan zullen we gaan naar een meer rechtvaardige samenleving met gelijke kansen voor ieder. Maar we zien ook daarin dat die overheid een voorname rol vervult. Maar die overheid moet een voorbeeld zijn op het gebied van compliance zijn. Maar die overheid moet ook toezichthouder zijn. Die overheid is ook tevens, heeft ook een rol te vervullen voor wat betreft de wetshandhaving. En we zien wel dat, op dat gebied de overheid, zeker de afgelopen jaren, stukken achteruit is gegaan. De instituten zijn verzwakt en ze kunnen moeilijk hun rol vervullen als toezichthouder en wetshandhaving. Maar goed, we hebben ook gemerkt dat ook op dat gebied, wat de overheid betreft als toezichthouder, dat de PEPs, en de PEPs staat voor Political Exposed Persons, dat die binnen dat geheel ook een belangrijke rol vervullen. Want als er belangenverstrengeling plaatsvindt van PEPs binnen toezichthoudende overheidsinstituten, dan snapt u dat dat niet altijd goed op gang komt. Waarvoor we dus ook voorstanders zijn, is dat er ook goede regelgeving komt voor klokkenluiders binnen zowel de publieke als private sector om compliance issues aan te kaarten. Deze mensen moeten dus beschermd worden. Verder zijn we ook blij met deze conferentie, want we weten dat compliance zijn nieuw is. Het is vrij nieuw. De banken die hebben de voortrekkersrol vervuld. Maar de rest van het bedrijfsleven die loopt achter, maar ook de hele samenleving. Er moet veel meer bewustwording plaatsvinden op het gebied van wat wil zeggen compliant zijn. En we zijn dus daarom blij met deze conferentie. Maar ook, we zijn ook blij dat die associatie is opgericht van compliance professionals. En we zien gewoon ook voor het opzetten van good governance code binnen zowel publieke als private sector, dat er een gedeelde verantwoordelijkheid is. Zowel bij de publieke sector als de private sector. We kunnen ook niet de schuld alleen maar, of die verantwoordelijkheid alleen maar zetten op het bord van de publieke sector. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid. En in feite, die hele samenleving moet daarbij een rol vervullen. Dus dat is wat ik te zeggen heb. Dank je. Dank je wel, Malti. We laten de microfoon bij jou dit keer, want de volgende doe je ook waarschijnlijk. Ik wil vragen aan de heer Rafik Seorajpandey vanuit de Hakeringbank. Het is belangrijk om voor zowel de publieke als private sector een good governance code verplicht te stellen, is de stelling. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, bedankt. Mijn complimenten. Ik ben het. Ik onderschrijf die stelling. Ik denk dat we, als we kijken naar compliance en het belang van compliance, wat je vaak ook ziet, en dat moeten we vooral niet hebben, is dat er een stukje compliance arbitrage plaatsvindt. Dat er gekeken wordt naar regels, naar normen. En als die niet uniform mandatoir zijn vastgesteld, dat je krijgt dat men gaat proberen om daar in feite aan een minimale te voldoen. Ik denk dat we goede normen moeten vaststellen. Good governance te maken met duurzaam bestuur. Heeft te maken, Malti heeft het al ook aangegeven. Ook met een stukje naleving van wet en regelgeving. Of een stukje transparantie. Zeggen wat je doet en doet wat je zegt daarbij. En het is belang voor het vertrouwen in het stelsel. En je ziet het internationaal ook veel gebeuren in landen dat daar voor een deel vrijwillig, dat mensen zich committeren, bedrijven zich committeren, maar voor een deel ook mandatoor. Suriname, bij het bankwezen, heb je een corporate governance code verplicht gesteld voor het bankwezen. Dat is vanuit de centrale bank gebeurd, die vanuit haar toezichtskader, vanuit het toezicht, wet toezicht, bank en kredietwezen, dat voor de sector verplicht heeft gesteld. En wat je dan hebt, is dat je dan een norm hebt waar alle banken zich aan moeten houden. Dat is belangrijk, zodat je niet hebt dat de ene bank een bepaalde norm heeft, de andere bank weer een andere norm heeft. Duidelijkheid, wat is de norm voor de samenleving? Ik denk dat dus die good governance code, zowel voor publiek als privaat, belangrijk is. Het is de manier waarop we met elkaar afspreken dat we opereren. Dus ja, volledig mee.
Ik zou graag willen weten wat uw buurman, of hij daar iets op aan te vullen heeft. Nou, ook van mijn kant. Ik ben het volledig eens met die stelling. Dat is heel belangrijk. Is dat zowel voor publiek als voor privaat, dat we een goede governance code hebben. Net zoals Rafik aangaf, voor de banken is dat al verplicht via de centrale bank. Maar ik vraag me toch wel af van, als we kijken naar de andere bedrijven, met name eenmanszaken of familie en feest, hoe zorgen we ervoor dat de mensen of dat de bedrijven zich daaraan houden? Oké, we hebben toezicht vanuit de centrale bank. Maar de vraag is, hoe gaan we ervoor zorgen dat er toezicht is vanuit een bepaald orgaan voor die bedrijven? Ik ga je eerlijk zeggen, als we kijken wat er gebeurt in, ja, bij de klanten van de bank, zie je heel vaak dat je een aantal bedrijven hebt die zeggen van, nee, ik hou me aan de regels, ik betaal mijn invoerrechten op tijd, ik betaal mijn belastingen op tijd. Maar je merkt ook bij anderen dat men vaak zegt van, weet je, ik ga proberen om wat belasting te verschuiven. Ik ga proberen om minder te betalen. Toch? Hoe gaan we daarmee om? Want het is wel leuk om te zeggen van, of leuk of heel goed om te zeggen van, het is belangrijk om dat te hebben. Maar de vraag is, how do we enforce it? How do we make sure that it happens? Toch? Dat is heel belangrijk. En uiteindelijk komt dat terug bij ons als banken, maar natuurlijk ook in de gemeenschap. Want bijvoorbeeld, als je als werknemer in zo'n bedrijf zit, en je weet wat er gebeurt, is de vraag van, ga je een klokkenluider zijn? Of ga je denken aan behoud van je baan? Dus er is nog een heleboel waar we naar moeten kijken, hoor. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we daarover verder gaan praten, daarover gaan discussiëren. Maar wat ik denk dat het, waar we naartoe moeten gaan, is we moeten zaken simpel houden. Toch? En als we het simpel houden, heb je minder kans dat bedrijven gaan zeggen van, oké, ik heb hier een loophole, ik kan daar naartoe, ik kan dit gaan proberen. Laten we zaken simpel houden. En als we dat kunnen doen, ben ik de mening toegedaan dat we veel sneller en veel eerder kunnen gaan naar good business, good governance. Dat we allemaal op dezelfde playing field zijn. We zien het vaak ook, bijvoorbeeld meneer Issa gaf het laatst aan. Er zijn importeurs, je hebt andere importeurs die zeggen van, nee, ik betaal mijn invoerrechten conform de wet. Maar we zien dat een heleboel mensen zich niet daaraan houden. Want we willen een snelle bok maken. We willen snel geld verdienen. Toch? Hoe gaan we daarmee om? Dus we hebben nog heel wat te doen. Ik ben het volledig mee eens dat we good governance code moeten hebben voor de bedrijven. Belangrijk is, hoe gaan we dat enforcen? Want uiteindelijk, voor mij als bankier is het belangrijk dat ik zaken kan doen met de klant die ik vertrouw. Toch? Die klant moet mij vertrouwen als bank. Maar ik moet die klant ook kunnen vertrouwen als klant. Toch? Dat is de basis. En als we dat gezamenlijk kunnen doen, denk ik dat we in de toekomst veel sneller kunnen gaan naar good governance en een goede samenleving. Waarbij de wetten en de plichten voor iedereen gelden. Zo kijk ik ernaar, hoor. Maar ja, dat is mijn zienswijze. Dank u wel voor uw bijdrage. Wetten en plichten die gelden voor een ieder, met een good governance code die niet alleen voor de bankensector, de financiële sector, maar eigenlijk voor alle bedrijven verplicht gesteld zou moeten worden. Iedereen schaart zich achter, daarachter. Maar ook voor de publieke kant van het verhaal. En als ik het goed begrijp, vertrouwen is de basis waarbij het samen opgepakt moet worden om tot een succes te maken. Meneer Tuur, hoe kijkt u als de gaming board daar naartoe. Vertrouwen is de basis. Maar laat me voor ik begin een algemene opmerking maken, want we moeten ons afvragen hoe we in dit ding zijn beland eigenlijk. Ja? De Bretton Woods Instituten, IMF, IMF, Wereldbank, die komen steeds met nieuwe dingen op ons af. In de 80e jaren hadden we een structurele aanpassingsprogramma. Toen kreeg je privatisering, dat was ook een fase, hè, van staatsbedrijven. Toen kreeg je het tijdperk van handelsliberalisatie, WTO. Daarna kwam public sector reform. Je kunt je nog herinneren. 2004, toen Binnenlandse Zaken met die Bijbels bezig was. Ja? En bepaalde van die dingen hebben we toen gewoon kunnen laten. Ja? Na die terroristische aanslagen van 9-1-1 is dit ding in de versnelling gekomen. Ja? We hebben, dacht ik, in 2002. Een aantal wetten in vogelvlucht moeten aannemen.
Mijn vader had ze voor de grap ingebonden, het was gewoon een bijbel. Hè? Het wordt je opgedragen. Ja? Maar ik maak dat punt, omdat bij public sector reform hadden we de keuze om het te laten. We hebben het gewoon gelaten, toch? Hier gaan we geen keuze meer hebben. Anders word je geblacklist. En als je geblacklist wordt, loopt je heel financieel verkeer van en naar het buitenland klem. En daarmee ook het handelsverkeer. In het ergste geval. Dus we hebben bij compliance hebben we als land geen keus. Het casinowezen betreft, men verwacht dat je dus toezicht houdt. En vooral op de financiële stromen. Ja, de gaming board gaat moeten worden opgezet, verder worden opgezet met een audit team die de boeken moet kunnen controleren van de casino's. Je gaat ook een dagelijkse controle moeten hebben van de dropboxes bij de tafels. Ja? Dus dat is wat men verwacht, dat je die financiële geldstromen kan controleren. Maar natuurlijk woon je niet in een casino. Ja? Men verwacht dat alle casino's, net zoals de banken, ook een compliance officer hebben. Ja, die van daaruit, van binnenuit, werkt om dus te zorgen dat er geen malversaties plaatsvinden. Maar dat is het breder plaatje van het hele compliance gebeuren dat eigenlijk op ons afkomt. Ja. Mag ik... Als u hier bent geweest, dan gaat de heer Issa even aan de gang. Dank je. Nu wat ik wilde aanhalen, ik hoor een eenzijdig verhaal, mijn complimenten. Het zijn geen eenzijdige verhalen die niet kloppen. Maar er is veel meer aan de hand met good governors. Good governor, governance. En ik wil vooral de nadruk leggen op de publieke sector. Er wordt heel veilig niets gezegd over de bad governance van de publieke sector. En als dat blijft, zullen de threats, en nu ga ik helemaal NRA praten, zullen de threats als drugshandel, illegale goudhandel, belastingontduiking, corruptie, zullen nooit verdwijnen. Als we kijken dus naar het voorkomen van corruptie, dat nu ook een issue of een topic is geworden, waar wij ook naar moesten kijken, dan zie je dat er een vorm is van corruptie waar je van reelt. Het is over de gehele samenleving zo. Het is zo wat in 99% van de publieke sectoren zo. Geloof me, ze gaan weer boos op me worden. Maar het is gewoon zo. Er is ontzettend veel bribery. Er is ook gestructureerde en gestuurde corruptie van bovenuit. Laten we de dingen goed bekijken en niet lief voor elkaar zijn. Want als we lief voor elkaar zullen blijven, zal niemand hier zin hebben om dingen aan te pakken die daadwerkelijk het probleem van Suriname zijn. En we moeten het feesten. Alles wat we meemaken, de afgelopen 10, 20, misschien 30, 40, 50 jaar, ik denk aan alle verhalen van Pengel enzovoorts, en tot op dit moment, heeft te maken met bad governance. En wil een overheid prudent zijn? Wil een overheid vertrouwen krijgen? Dan zal de overheid de role model moeten zijn van good governance voor de private sector. Want wat er dan gebeurt, is dat het zijn invloeden krijgt naar die private sector. Mensen worden verleid om bribery activiteiten uit te spoken, om bijvoorbeeld je vergunning te verlengen. Of om iemand te faciliteren. En waarom vindt men dat peps zo hoge risico's zijn, heeft te maken met bad governance. Ik ben een pepper, maar ik voel me totaal niet aangesproken. Ik heb het ook gemerkt aan mijn bank, vond niet dat ik plotseling high risk was. Dus anders had ik het ook gemerkt, anders was ik gedirisk. Dus het is niet gebeurd. Niet alle peppers zijn high risk, maar het gaat erom dat mensen in die positie in de verleiding komen vanwege wat ze om zich heen zien en de aanbiedingen die je krijgt. Mensen, de private sector komt naar je toe om je iets aan te bieden, omdat dat het systeem is. Dus wat er moet gebeuren is veel meer dan goede compliance regels, waar niemand zich aan houdt, goede dingen. Er moeten andere dingen gebeuren. En het andere ding heeft ook te maken met de attitudewijziging. Het gaat veel verder dan regeltjes en wetjes. Het is een kwestie van attitude wat Suriname betreft.
misschien in andere landen wel. Maar wat we hier naar boven is komen drijven, uit die publieke sector zelf, in die werkgroepenanalyse. Ik zal daar niet over praten, daar mag ik niet, maar ik kan alleen maar zeggen, het geeft je ontzettend veel inzicht wat er gebeurt in Suriname, wat die publieke sector betreft. En zelf hoop ik van harte dat de regering het oppakt en zichzelf gaat schoonmaken, want daar komt het eigenlijk op neer, om zo die uitstraling te hebben naar de private sector. Want geloof me, als je weet, als ik die minister $100,000 geef, ben ik verzekerd van vergunningen voor 10 jaar, dan ga ik die 100,000 geven, want ik maak in die 10 jaren 2 miljard. Begrijp je wat er aan de hand is? En daarom is corruptie een issue geworden. En daarom moeten de regels komen. En strengere wetten. In de aanbevelingen staat ook, die wetten moeten afschrikwekkend zijn. Maar ik zal een bepaalde stelling van ons niet vooruitlopen. Maar dat is wat ik nog wilde zeggen. Als we de discussie spannend willen houden, laten we het niet zo steriel houden. En zo eenzijdig en zo met regeltjes en hoe braaf we allemaal zijn. Dit land is in een puin. Anders waren we niet in de blacklisting dreiging. Dat wilde ik zeggen. Dank u wel voor uw bijdrage. De heer Issa, die wilde graag het woord. Oké, ja, ik wilde ook reageren op de eerste twee stellingen. Misschien een beetje spannender maken om de discussie toch wel specifiek te leiden. Het probleem met een groot exportbedrijf waar bijvoorbeeld wij zitten, dat wij kunnen niet wachten op de overheid, wij kunnen niet wachten op de banken. Dus er is een proces gestart voor EML compliance. En wat hebben wij gemerkt, ja, is dat wij stuiten op die zwakke instituties en we stuiten op discussies met de banken. We hebben dus bijvoorbeeld, en iedereen is er op de hoogte, we hebben een kleine aanzet gedaan naar de banken toe om te kijken hoe wij de goudsector een beetje kunnen ordenen met behulp van om die goudzoekers bankable te maken. Maar het punt dat belangrijk is en waarover we nu moeten praten, is dat voor ons als exporteur van Suriname, waar de goudsector nu eigenlijk de kurk is van de economie, zitten we met een issue dat als wij onze EML-reporting niet goed op schema hebben, dat wij binnenkort, en dan praat ik over 2021, geen goud meer zullen kunnen exporteren naar de gerenommeerde landen en de gerenommeerde goudverwerkingsbedrijven. U zult dan op de exporten zien dat ons goud gaat naar, ja, misschien blacklisted landen. Dus die discussie allemaal, we worden al voorbijgelopen door allerlei voorwaarden, waarvan we dus niet meer bij default kunnen steeds zeggen, ja, ik stuur over 2 weken wat. De bedrijven moeten nu, en alle exportbedrijven, en vooral zo'n gevoelige sector als de goudsector, we moeten nu aan het werk. En vandaar dat wij de banken hebben approached om hier samen met ons te werken. En een laatste wat ik wil aangeven, panelleden. Het gaat naar het punt komen dat wij bij de goudexport, zeg je hebt een export van 40 kilogram, je gaat moeten aangeven uit welk gebied, van waar, longitude, latitude, welke concessie, van waar komt dat goud. Wil jij compliant zijn bij de landen die zich houden aan de regels van EML? Dus het probleem is ietsje groter dan dat en het is niet dat we proberen zaken te verbergen. We moeten juist bewegen. We hebben gisteren een presentatie gehad over de regering waarbij compliance is aan de kaart is gekomen. En we hebben ook al met de banken gesproken hierover. Dus ik hoop dat we misschien deze discussie kunnen opvoeren, want onze exporten komen in gevaar. Onze exporten komen in gevaar. Ik heb hier een boos panellid die mijn microfoon graag wil lenen. Alsjeblieft. Voordat de directeur gaat. Voordat Ismael gaat. eigenlijk had ik me voorgenomen om eigenlijk te starten met, ik wil de avond redden. Maar toen heeft mevrouw Van Dijk, Silos, in feite het groot deel van het gras voor mijn voeten weggemaaid. Niet met een kleine machine, met een zware machine. Maar ik ben het niet eens namelijk met die stelling. De overheid gaat een beetje meer moeten doen dan de private sector. De private sector heeft bepaalde zaken die ze al dan niet verplicht kunnen stellen, waar ze zich wel aan moeten houden. Good governance is ook bij alle grote bedrijven. Is het een rule?
Toch, dus daar kom je niet onderuit. Dus ik ben het niet eens met die stelling. Voor de rest wil ik er niet over ingaan. Mevrouw Van Dijk Silos is eigenlijk heel duidelijk geweest. Want daar is waar in feite dat ding zit. De private sector gaat zich moeten conformeren aan x aantal zaken. Dat zal waarschijnlijk bij die volgende stelling aan de orde komen. Maar ik wil met één korte opmerking nog even commentaar geven op de stellingen van het bedrijfsleven. Ik kom er niet onderuit om te stellen dat deze stellingen zijn van de VSB, Vereniging Surinaams Bedrijfsleven. Nee, we hebben daar geen bijdrage bij geleverd. Ik heb hierna heb ik wel een stelling hoor, waar in feite die avond wel spannend gaat maken. En daarmee wil ik namens u de mic geven aan Ismaël. Dankjewel. Ik ben vandaag uitgenodigd en ik ben hier onvoorbereid gekomen, maar ik vind het bijzonder goed deze discussie en ook heel spannend. Ik wil even teruggaan naar de eerste stelling en ook in relatie met de tweede stelling. Bij de toelichting van die stelling, het uiteenzetten van die stellingen, ook hier aan tafel, is naar voren gekomen, hey, we moeten dit niet doen, als we dit niet doen, dan komen we op een blacklist. Wat ik eigenlijk mis, is het uitgangspunt, dit doe je niet omdat het niet hoort. Zo hoor je te gedragen. En dat moet gewoon, mevrouw van de VSB heeft het al gezegd, ze moet in het onderwijs en noem maar op. Maar wij met z'n allen moeten alvast beginnen na te denken, ik doe het niet omdat het zo niet hoort. Ik gooi geen prop op straat omdat het zo niet hoort. Niet omdat ik aangepakt kan worden en niet omdat ik op een blacklist terecht kan komen. Tweede vraag, een beetje naar de bankiers toe. Als ik kijk naar de compliance regel die jullie toepassen, mooi. Soms vraag ik me af, is het er niet een overkill in het geheel? Waardoor je bepaalde groepen juist stimuleert niet naar de bank te gaan. Want het kost te veel tijd, ik moet te veel formulieren inleveren. Oké, misschien dat die bankrekening snel geopend kan worden en langzaam die mensen meenemen in het hele compliance gebeuren. Een ander aspect wat ik ook naar voren breng, ben eens met mevrouw Silos. Als overheid moet je het voorbeeld geven, daar is geen discussie over. Je doet het omdat het zo hoort. Maar we moeten niet alleen wet en regelgeving maken, u heeft het ook al gezegd, meneer, je naam kan ik nooit uitspreken. Makkelijk. Dat is de handhaving. Ik vraag me af, hoe ver gaan de banken al om met de wet op de jaarrekening, want dat geldt voor alle rechtspersonen. In hoeverre gaan de banken om met de verplichting, als ik je geld leen, dan kijk ik naar de ondernemers, is een fiscal risk. Als je fiscale zaken niet op orde hebt, toch? Of kijken we alleen maar naar de zekerheden die gesteld worden, oké, het is goed, dus je krijgt die financiering. Dat zijn al enkele elementen die ik in die discussie wil gooien. U ook bedankt voor uw bijdrage. Ik wil wel iemand van de financiële dienstverlener kans geven op te reageren. De heer Issa geeft ook aan dat het is heel urgent. We kunnen eigenlijk niet wachten, we moeten niet vandaag, maar gisteren beginnen. Misschien kunt u hierop reageren. Ja, dank u wel. Inderdaad is het zo dat al hetgeen mevrouw Van Dijk Silos heeft aangegeven, waar is naar mijn mening. Ik onderstreep dat. Ik vind dat wanneer de overheid en de private sector wil reguleren, dan dient de overheid ervoor te zorgen dat de overheid zelf gereguleerd is. Daar zien wij momenteel de grootste overtredingen. En er is wantrouwen in de overheid. Er is onzekerheid op allerlei gebieden. Ga even na, vergunningenstelsel is zo bureaucratisch dat mensen eigenlijk gedwongen worden, subtiel, om aan omkopingspraktijken over te gaan. En dat is niet de juiste wijze waarop een behoorlijk bestuur dient te zijn. De overheid gaat een hele schoonmaakactie dienen te plegen om het overheidsapparaat op te schonen, alvorens de private sector gereguleerd zou kunnen worden.
Want wat ook hier vanavond is aangegeven, dat de overheid als een rolmodel moet dienen. En dat is terecht en waar, helemaal juist. Als je de private sector wil reguleren, je wil regels scheppen voor de private sector, dan moet u ook als een rolmodel dienen. Je moet als een voorbeeldfiguur zijn, als voorbeeld dienen voor de private sector hoe het moet en hoe het niet moet. Maar dat hebben we momenteel niet. Wat de overheid op dit moment doet is regels scheppen voor de private sector, maar geen regels voor zichzelf. Dus dat zien we. Er wordt een corporate governance code geschreven voor de banken, opgelegd aan de banken. Maar welk overheidsapparaat heeft een corporate governance code voor zichzelf? Geen enkel volgens mij. En het is juist de private sector die struggelt om zichzelf te redden in die woelige maatschappij. Omdat die haar zaken wil doen met nationale en internationale partners. En die probeert zichzelf te reguleren. En niet te wachten op de overheid. En dat is wat we zien dat op dit moment gebeurt. De goudsector is een heel duidelijk voorbeeld van. Vergunningen worden verleend. De vergunningen worden onderverhuurd. Zonder dat er controle is. Die wordt verder onderverhuurd. En die concessiehouders, die krijgen de vergunningen. En die vergunningen belanden bij derde, vierde, vijfde persoon. Die de overheid niet eens kent. Maar wie doet er wat aan? Niemand. Alles wordt oogluikend toegekeken. Dus de overheid moet echt aan regulering gaan doen. Het is echt een bad governance op dit moment bij de overheid. Ik onderstreep dat. Dank u wel voor uw bijdrage. Ik zie dat er vanuit het bedrijfsleven nog een reactie is van de heer Sol. Gaat uw gang. Ja. Ik ben het volledig met u eens, hoor. De overheid die moet gewoon het goede voorbeeld geven. Echter is het ook zo dat we die overheid de afgelopen jaren misschien niet goed genoeg hebben uitgedaagd. En dan kijk ik toch wel even terug naar de financiële dienstverleners. Zelf ben ik ondernemer. Dat houdt in dat ik regelmatig geldtekort heb. Zoals vele ondernemers die hier aanwezig zijn, dit misschien ook wel herkennen. Maar als ik kijk naar de afgelopen paar jaren, de momenten dat de ondernemers zich hebben aangemeld bij de financiële dienstverleners, was er vaak geen geld beschikbaar. En met heel veel pijn moesten wij ervaren dat dezelfde overheid die we nu zeg maar bespreken, wel gefinancierd werd. Vergeet niet, het is dezelfde overheid die geen jaarcijfers kan overhandigen. Vergeet niet, het is diezelfde overheid die vervolgens zijn betalingsverplichtingen bij de banken niet nakwam. Maar die ondernemer, die sterke pilaren die je nodig hebt, toch om dit land vooruit te werken of te helpen, die werd toen overgeslagen. Ik denk dat we niet alleen maar feedback moeten geven, maar vervolgens ook eerlijk moeten zijn en moeten kijken in de spiegel en onszelf ook aangeven dat wat wij in het verleden gedaan hebben, ongeacht wat de reden ook mag zijn, ook een vervolg is. We zitten hier met panelleden vanuit het bedrijfsleven en de financiële dienstverlening. Maar ik mis hier ook de overheid. Ik mis die toezichthouder. Die zou in principe hier aan tafel moeten deelnemen. Ik heb begrepen dat vandaag de FIU wel vertegenwoordigd is. Maar ik had het prachtig en mooi gevonden als ook hier aan deze tafel hadden deel mogen nemen. En niet van het publiek had meegekeken. Nogmaals hoor, wat ik opzoek nu is de spanning tussen het bedrijfsleven, maar zeker ook de financiële dienstverleners en ook de overheid. Dank u wel, de heer Tessal. We hoorden het, hij is op zoek naar spanning tussen de overheid, het bedrijfsleven en de financiële dienstverleners. Er is een vraag uit het publiek, aan wie mag ik het woord geven? Goedenavond, mijn naam is Astrita Gijbersing en ik wilde graag reageren vanuit de financiële dienstverlening. Ik vind het belangrijk dat we onderscheid maken tussen maatregelen vanuit de financiële sector als het gaat om AML/CFT compliance en maatregelen die daar niet mee te maken hebben. Daarom laat ik ook de vraag met betrekking tot de financiering over aan de directieleden zelf. Maar als het gaat om AML/CFT compliance, als een directe reactie op meneer Kalaykan. Er is absoluut geen sprake van overkill. En ik ben het ermee eens. De publieke sector blijft achter. En daarom kunnen wij niet anders dan veel strikter zijn naar die maatschappij toe dan we eigenlijk zouden moeten zijn. Als de publieke sector de voortouw zou nemen, dan zouden wij als financiële instelling ervan mogen uitgaan dat het goed is gereguleerd binnen de andere sectoren.
en veel makkelijker vertrouwd de customers kunnen onboarden. Wij zijn op dit moment gedreven door onze externe partners, niet door onze nationale overheid. En het zijn die externe partners die wij moeten tevreden stellen, anders zijn we out of business. En daar zijn onze maatregelen voornamelijk op gereageerd. Niet zozeer om die EMLCFT-wetgeving hier in Suriname, want ik kan zeggen dat we er waarschijnlijk bijna voor de volle 100% aan voldoen. Maar als het gaat om die risk-based approach, komen we er niet onderuit om een zeer minimale risk appetite daaraan aan te houden wat betreft de Surinaamse samenleving. Dankjewel, Astrita. Omwille van de tijd, dan wil ik graag gaan naar het laatste, de stelling van het bedrijfsleven. Ik weet niet of ik dan weer terug moet bij Malti daarvoor. De microfoon is daar. Oké, de laatste stelling is, compliance wet en regelgeving werkt in de praktijk niet. We merken wel, heden ten dagen, dat het niet helemaal werkt. We weten dat het belangrijk is om compliant te zijn, maar we merken dat het bedrijfsleven, voor het bedrijfsleven, dat het in de praktijk niet werkt. En waarom zeggen we dat? Omdat we merken dat niet iedereen compliant is. Als een ondernemer bijvoorbeeld zaken wil doen, hij wil wel compliant zijn of is compliant, en hij moet de visa aantrekken om te importeren, en ik kan niet naar het legaal circuit gaan, dan moet hij naar het illegaal circuit gaan om daar zijn visa aan te trekken. Dus ook al wil hij compliant zijn, hij kan niet. Dus het werkt dus niet in de praktijk. Een ander voorbeeld is ook dat diezelfde ondernemer merkt ook dat hij ook geconcureerd wordt door andere ondernemers die niet compliant boos zijn, omdat zij een voordeel uittrekken. Ze vinden het niet erg om op een oneerlijke manier hun concurrenten te beconcurreren. Dus dat hebben we ook in de praktijk gezien. Een ander voorbeeld dat we ook zien in de praktijk is dat bepaalde ondernemers worden gefaciliteerd door de zogenaamde PEPs. Ze worden voorgetrokken, ze kunnen makkelijk aan een beschikking komen, ze kunnen makkelijk aan een vergunning komen of aan een concessierecht. En soms in sectoren waarbij ze helemaal geen ervaring hebben, helemaal geen kennis van hebben. En op die manier dus worden andere bona fide ondernemers weggeconcurreerd. Dus dat zijn de zaken die we zien in de praktijk. Als ondernemer wil je compliant zijn, je wil je houden aan regel en wetgeving. Maar het werkt niet in de praktijk. Wat we ook zo net hebben gehoord is soms als je zaken wil doen bij de overheid, je hebt iets nodig, moet je betalen, je moet een tjoekoe betalen, je moet iets aan de tafel geven aan de ambtenaren om je zaken gedaan te krijgen. Dus op dit moment zullen we zeggen dat compliance, wet en regelgeving in de praktijk niet werkt. Dank u wel voor uw bijdrage. Is er iemand die ik het woord kan geven die hierop zou willen reageren? Mevrouw van Dijk Silos, de microfoon is daar bij u. Eigenlijk wil ik het een beetje relativeren wat je zegt. Het werkt niet helemaal, dat klopt. Als je goed naar de procureur-generaal hebt geluisterd, heeft hij iets gezegd van handhaving. En eigenlijk ook van toezicht. Wat er aan de hand is, is dat de overheid het is iets van de publieke sector, het is geen taak van de private sector, dus ik kom terug op die overheid helaas. De overheid heeft laat na, en deze informatie heb ik echt vanuit de analyses die gemaakt zijn, om hun instituten te versterken. Om mensen de tools te geven om te kunnen enforcen, om te kunnen handhaven. En dat betekent dus dat je de wet, je kan de naleving van wetgeving in principe zeer gebrekkig afdwingen. En dat is de grootste zwakte nationaal, wat ons overkomt als een hele koude douche. En vandaar dus dat het mensen lukt die, om niet compliant te zijn. Kom nog een beetje de andere factoren die je hebt aangehaald. Maar een van de belangrijkste dingen is ook als je instituten systematisch verzwakt worden of verzwakt zijn, toch?
dan wil je ook zelf dat er niet gehandhaafd wordt. De gamingboard zit hier aan tafel. Het is schrikbarend wat er met een gamingboard gebeurt. Dan kan je wel 20 keren zeggen, daar als focal point. Ja, en dit moet en dat moet en ze moeten dit. Maar als ze geen geld kregen, als ze geen investering kregen, als ze geen training kregen, als de human capacity er niet is, dan hoe gaat deze toezichthouder op een normale manier toezicht kunnen houden op de gamings, op de bettings, noem maar het, niet alleen casino's, het is gaming. Het is, dat we zeggen, de hele bettingsector. En geloof me, de informatie is er, dat zal na het rapport bekendgemaakt worden. Het is gewoon schrikbarend wat er gebeurt bij de betting. En we hebben één geluk dat de casino's trillerig zijn nu en hun best doen om compliance te worden. Maar de andere bettings hebben lak aan alles. Hebben gewoon keihard lak aan alles. En als je ook ziet dat handhavers, enforcers ook gaan betten. Ik bedoel, het is, je hebt er geen idee van. Ik word er helemaal moedeloos van als je denkt van wat moet je eigenlijk als eerste gaan opruimen. Om te zorgen dat je nu gaat werken en reguleren en gaat handhaven en gaat enforcen. En wanneer je dat inzicht krijgt wat er precies aan de hand is, en dan praat ik met name over gamingboard en FIU, want in mijn ogen is nog steeds de centrale bank een beetje kapitalistisch, die geld. Maar gamingboard FIU zijn letterlijk afhankelijk van de begroting van de overheid. Er zit iemand van FIU hier. Ze hebben hoofdpijn om lid te worden van de Egmond Groep. Om een aantal redenen. Met name, ze zijn nu autonoom. Dat is een van de belangrijkste redenen, toch mevrouw Sastro, waar is ze? Waarop je geen lid kan worden van de Egmond Groep. Je moet autonoom zijn. Geen enkel iemand mag boven je hoofd ook zijn voor je enforcement, dat weet je ook. Die persoon moet uit die wet gehaald worden. De gaming, de FIU is aan handen en voeten gebonden. 6 toezichthouders voor 200-300. 3 toezichthouders voor een sector die uit 400 subsectoren bestaat. En 2 analisten. En 1 directeur of 4 analisten. Je voelt al aan dat de human capacity. Maar wat doet die overheid om die FIU op te bouwen? Dan kunnen we allemaal uit die sectoren gillen. FIU voldoet niet, dat klopt ook. Maar waarom voldoet ze niet? En als je naar die pijn gaat, doorgaat, dan zie je dat de overheid, naar mijn gevoel, bewust. Ze hebben een FIU omdat FATF dat zegt. En ze hebben een gamingboard omdat FATF dat zegt. Maar er wordt niet erin geïnvesteerd. Laat me, ik loop een rapport een beetje vooruit, maar goed. Laat me een ik ben klaar. Dank u wel. Ik wil wel de heer Tuur de gelegenheid geven zijn kijk daarop te geven. Wel, ik ben er sinds vorig jaar bij de Gaming Board. En als je ziet hoe het op Curaçao toe gaat, het heeft jaren geduurd om op niveau te komen. Dus we gaan dit instituut niet in 2 jaar zelf kunnen opbouwen. Het gaat veel meer training vereisen, veel meer netwerken met internationale instanties. Ja, ook in Amerika. Dus het is een proces. Ik ben nuchter wat dat betreft. Ja, wat we in 20 jaar niet hebben gedaan, kan u niet in 2 jaar doen. Nee, toch? Dus, maar ik ben begonnen toch? Daarom ben ik hier. Ik ben niet als de overheid begonnen. Ik ben begonnen. Ja. Even een momentje. U wilde even wat zeggen. Nee, eigenlijk heeft mevrouw Van Dijk Silas weer een beetje gras voor de voeten gemaaid. Want ik wilde graag, maar ze leidt in wat ik wil. Er is wel heel veel gras voor je voeten. Ja, yeah, best wel. Want ik wilde gaan naar mijn stelling vanuit de ASFA. En mijn stelling luidt als volgt. De overheid is vooralsnog niet in staat toezicht en handhaving op compliance uit te voeren. Dat is mijn stelling. Dus daar wil ik de discussie erover voeren.
Oké, meneer Jimboussaid, u wilde wat zeggen. Misschien kunt u het gelijk hierop bij oppakken. De overheid is niet in staat qua toezicht en handhaving om de compliance wet en regelgeving. Vooralsnog. Daarop te... Ik kom daar straks op. Ik denk dat we vanavond een belangrijke discussie voeren. Kijk, compliance, corporate governance is een beetje abstract. En het is een beetje ver van je bedshow voor een heleboel mensen. Maar we praten over heel serieuze zaken. We praten over wet en regelgeving, waaraan we als samenleving moeten voldoen. Want anders dreigt uitsluiting. De heer Konrad Issa heeft net aangegeven, als je niet aan een aantal regels voldoet, kan je misschien volgend jaar al je goudexport niet meer verrichten naar deze landen. Je praat over de ordening van de samenleving, want dat is compliance. Het voldoen aan wet en regelgeving. En gisteren heb ik een inleiding gehouden. Ik zeg, we moeten een ruime definitie hanteren. Dus niet alleen het houden aan wet en regelgeving, maar ook wat maatschappelijk betamelijk is. En ik merk dat het vanavond ook goed aan de orde komt. Een paar snelle opmerkingen. Ik denk dat de opmerking van de procureur-generaal dat handhaving en toezicht moeten verbeteren. En dat toezichthouder veel strenger moeten optreden en frequenter moeten handelen. Dat kan ik onderschrijven. Ik ben ook blij dat de discussie niet alleen gaat over compliance, maar ook over corporate governance. Gisteren in de workshop hebben we gezien dat die dingen hand in hand gaan. Want bij compliance gaat het over wet en regelgeving. In feite bij corporate governance ook. Je stuurt je bedrijf aan door middel van goede wet en regelgeving. En ik wil een pleidooi houden om, ik denk dat daar consensus is vanavond, de corporate governance code ook te verankeren in wetgeving. In Amerika heb je de Sarbanes-Oxley Act, in Nederland heb je code tabaksblad en ik denk dat ze wettelijk zijn vastgelegd. Want daarmee geef je in feite aan, zo wil ik dat er in mijn land wordt gehandeld, zo wil ik dat er in mijn land zaken worden gedaan. Ik wil erop wijzen dat de discussie over corporate governance internationaal begonnen is bij uitwassen in de private sector. De jaren 90 van de vorige eeuw, u kunt zich nog herinneren, de boekhoudschandalen, Enron en WorldCom. Maar de discussie in Suriname is begonnen bij wanbestuur bij de overheid. En ik was er nou bij betrokken. Ik was toen voorzitter van de VES, die positie die wint ze nu met veel tamtam invult. In de tweede helft van de 90er jaren hadden we een zeer slecht regime aan de macht. En in Suriname is toen de discussie begonnen over wanbestuur, bad governance bij de overheid. En tot nu toe is het een probleem. Het is ook vanavond gebleken, doordat die overheid zo slecht functioneert, komen de mensen op de vloer, de banken, in moeilijkheden. Want hoe orden je als overheid een samenleving? Door instituties. En je ziet de institutionele ontwikkeling stagneert. Instituties zijn bewust uitgehold. En we komen daardoor in moeilijkheden. Daardoor dreigt financial exclusion. We hebben daarover gesproken. Terwijl eigenlijk de nadruk zou moeten zijn op financial inclusion. De overheid heeft inderdaad een groot capaciteitsprobleem. Dus ik maak me inderdaad zorgen. Maar ik denk ook wat belangrijk is, is een stukje politieke wil. Als jij zegt, I want to do it, denk ik dat het kan. En ik denk dat er veel hulp is. Er is hulp vanuit het bedrijfsleven, vanuit VES, vanuit intellectuele groepen. En we kunnen het, dat is erg in discussie nu, een heleboel mensen willen het gratis doen. Dus laat de overheid de stap nemen en we willen ze allemaal helpen. Want we hebben belang bij dat er een goed speelveld is, want wij gaan allemaal daar voordeel van hebben. Waarom moet het gratis? Een levendige discussie is op gang gekomen. Omwille van de tijd willen we even gaan naar de stellingen van de volgende groep. Nog een beetje naar beneden. Ja, de stellingen van de financiële dienstverleners. Dan zou ik het woord willen geven aan de Rafiek om ons op weg te helpen met de eerste stelling. Ja, voordat ik daarop inga, laat me zeggen, de discussie net over de stellingen van het bedrijfsleven. Ik denk dat we moeten onderschrijven dat
we compliance niet moeten juridiseren. Tot naleving van wet en dingen. Want dat is een minimumnorm. Die maatschappelijke betamelijkheid waar Jim het over heeft, de Boussait het over heeft, is dat het komt in de code beter tot uiting. Want het zijn gedragsregels die we met elkaar afspreken. Hoe gaan we ermee om? En het is ook dat je, en daar zijn die codes ook internationaal op gebaseerd doorgaans, in tegenstelling tot de wet die je moet naleven, dat je hier een zekere ruimte hebt, een zekere discretionaire ruimte hebt, om aan te geven, ik pas het toe. Als je het niet toepast, moet je het uitleggen waarom je het niet toepast. Omdat het not one size fits all is. Waarbij je dus positief kan onderscheiden en misschien niet zeg maar kan naleven. Als je daar ook een goede reden voor hebt, dat het niet goed na te leven is. Dus ik denk dat dat belangrijk is. Maar ik heb ook de PG horen zeggen, zijn definitie van informele sector. En we zien directeur Belastingdienst hier, de heer Kalai Khan. Informele sector is degene die, die niet is geregistreerd bij de Belastingdienst. Waarvan de activiteiten dus niet opgegeven zijn. Daarover de inkomsten niet bekend zijn. Ik denk dat als we één en toegang tot financiële diensten, dat die twee zaken best aan elkaar gerelateerd zijn. Informele sector is doorgaans, omdat het niet, en ik wil het iets ruimer, niet alleen bij de Belastingdienst vaak niet, maar eigenlijk is het ongeregistreerde activiteit. Er is niet zoals je bij, als je een ondernemer drijft, dat je geregistreerd bent bij de Kamer van Koophandel, conform wetboek van koophandel, dingen. Daar begint het eigenlijk al, want dat betekent op welk niveau opereer je. Als je een bepaald beroep uitoefent, dan heb je daar ook wetten voor. Kan je daar ook registers voor maken, wetbedrijven en beroepen. Maar de uitvoeringsbesluiten daarvan moeten natuurlijk in place zijn om die registraties te maken. Om, als je die zaken niet hebt, betekent dat die sector minder toegang zal hebben tot financiële diensten, dus ook eerder geneigd zal zijn, of genoodzaakt zal zijn, om zijn activiteiten cash-based te doen. De heer Issa had het over de goudsector. Vanuit het bankwezen waren we positief, aangenaam verrast door de proactieve opstelling van de goudexporteurs, van de sector, om met een concreet voorstel te komen hoe men daarnaar keek, hoe men dat in place wil brengen, een stukje ordening. Omdat als we kijken naar geldstromen, de financiële sector, hij is groot exporteur, we ook hebben dat de geldstroom die je hebt en die via de bank geleid wordt, dat wij de corresponderende goederenstroom, dus in dit geval goudstroom, moet aantoonbaar legitiem zijn. En het is not tell me, but show me. Als dat niet het geval is, mag je dit geldstroom niet kanaliseren. Het is een belangrijke reden waarom een belangrijke sector veelal cash-based is. Want we hebben een mijnbouwwet, decreet 1986, die schrijft voor dat alle delfstoppen op en onder de grond toebehoren aan de staat. Dat betekent en dat je mijnbouwrechten moet hebben door de staat uitgegeven om dat goud te delven of andere delfstoffen. Als je dat niet toe hebt, als je die mijnbouwrechten niet hebt, betekent het dat je eigenlijk steelt. Want het behoort toe aan de staat, het behoort toe aan het land, het behoort toe aan de natie en niet aan die ene persoon die daar het gaat weghalen. En dat maakt het per definitie opbrengst uit de illegale activiteit. Het is informele dingen, het is niet geregistreerd, nergens, heeft geen dingen. Oké, het wordt nu opgepakt ook door de staat, door de regering. Er is een commissie ingesteld waarbij er gekeken wordt van hoe ga je dat ordenen? Hoe ga je dat regelen? Waardoor het mogelijk wordt voor de banken om die groep financiële diensten te verlenen.
Want het is denk ik een no-brainer. We hoeven geen deuren open te slaan. Om te zeggen dat chiraal betalen evident te prefereren is boven cash. Het is veiliger als je met geld over straat en dergelijke moet. Loop je risico's qua veiligheid. Het is ook goedkoper. Het geeft je ook, en als je kijkt internationaal, heb je dat ook. Op het moment dat je onderdeel van het financieel systeem bent, heb je een track record, heb je toegang tot financiële diensten, betekent dat je ook een stukje ontwikkeling kan realiseren op basis daarvan. Meneer Terzol heeft het gehad over de toegang van ondernemers tot krediet. Access to finance is in de lijst van doing business with Suriname, is iets waar we slecht op scoren. Wat we absoluut beter moeten doen. Maar ook daar is het, vaak hebben jonge ondernemers, omdat we een grote informele sector hebben, omdat dat ook we een stukje macro-economische instabiliteit hebben, en zeg maar de voorspelbaarheid van hoe het gaat economisch in het land, sectoraal in een land en daarmee bij bedrijven, dat vrij volatiel is, betekent het dat banken noodgedwongen op die harde zekerheden terug gaan vallen. De directeur, de Ismaël, heeft aangegeven, wet op de jaarrekening. Het is een belangrijke tool, het is een belangrijke wet in het geheel. Als we praten over compliance, praten we niet alleen over wet money laundering, wet identificatie, dienstverlening, etc. De wetten die specifiek daarop gericht zijn. Wet op de jaarrekening levert een belangrijke bijdrage. Want waar kijken banken naar? Wie is die klant? Your customer. Toch? Onze klantenonderzoek moeten we weten wat herkomst van geld is, wat herkomst van vermogen is. En een jaarrekening kan daar inzicht in geven. Een jaarrekening is belangrijk ook omdat het aangeeft wat voor zaken, wat het zakenvolume is, wat de omzetten zijn, wat kosten, dus opbrengsten en uitgaven zijn die op de rekening plaatsvinden. Dus ja, banken vragen daar nadrukkelijk naar. Ik ben het, uw belang is een andere. U wil het hebben vanwege de belastinginkomsten. Wij hebben, voor ons is het een noodzaak vanuit Know Your Customer. Om te weten wat een klant doet, dat daar ook een toetsing voor is. Don't tell me, but show me. Dus ja, dat is ook belangrijk en we letten daar expliciet naar. Maar om dus zeg maar af te ronden met die stelling. Ja, het is evident duidelijk dat dit dat chiraal te prefereren is. En dat vanwege die grote informele sector je best veel cash handling hebt. En dat we dus nadrukkelijk moeten nagaan hoe we dat kunnen adresseren. En dat is geen juridisch vraagstuk, het is een economisch vraagstuk. Compliance is niet iets van de compliance officer. Compliance is iets van de hele organisatie. Dus, en hier is dit echt belangrijk dat we dit adresseren. Dus als we die informele sector niet aanpakken, die ordening, is het de goud, is het hout, is het andere sectoren, gaat dit een groot vraagstuk blijven. En dat gaat beleid, hier gaan we beleid voor nodig hebben om dit goed te doen. Dank u wel, de heer Seuras Pandey. We komen dan in het vaarwater van de heer Issa, die aan het begin ook het een en ander aangaf, dat er haast geboden is vanuit de goudsector. Dus om de discussie verder te leiden op dit gebied. Dat voorstel van de goudsector had 8 doelgroepen in de goudsector. En precies wat u net heeft gezegd, Rafiek, is dat u kiest precies de 2 groepen van de 8 die in de illegale sfeer vallen. We hebben dus een grafiek. Er zijn legale opkopers, legale exporteurs, die alles kunnen complyen. Maar wat wij hebben gemerkt bij het bankwezen, en we begrepen de redenen, correspondent banker, het is net aangehaald, maar er wordt geen moeite genomen om een onderscheid te maken tussen die mensen die wel een vergunning hebben, wel een concessierecht hebben, wel hun belastingen betalen, noem maar op. Dus de vraag is om de moeilijke groepen, is makkelijk om te zeggen we doen het niet. Dus de focus is verkeerd als bankwezen.
Er zijn groepen die wel kunnen kwalificeren. En dan moet ik toegeven dat er misschien onder bepaalde strenge voorwaarden gewerkt kan worden aan de onboarding bij de banken. Maar dan hebben we ze bankable. En dan kunnen we ze op transactiebasis volgen. De groepen die gewoon een gat graven ergens in het Bronsberggebied, noem maar op, die dingen zijn strikt illegaal. Die hebben een speciale andere aandacht nodig. Die moeten door de justitie opgeruimd worden. Waar het om gaat, zijn dat de groepen die wel met een beetje goede begeleiding van de banken compliant kunnen zijn, ja, die groepen worden ook uitgesloten. Compliance is dus geen one size fits all. De heer Tessol, heeft u daar aanvulling op? Ja, ik zou het volledig willen onderstrepen, wat de heer Issa heeft aangegeven. Omdat ook in mijn branche, en dan specifiek het onroerend goed, zijn er ook ondernemers die compliance proof zeg maar, werken. Hè? En we hebben ook te maken met vooral cashcultuur, waarbij we soms ook gelden ontvangen. Vaak valuta, vaak euro's. Als men grond verkoopt, wordt het toch wel verkocht in valuta. Ondanks dat wij het kunnen aantonen waar die gelden vandaan komen, ondanks dat wij voldoen aan de overige voorwaarden, wij maken ook een modmelding, wij zouden het in principe bij de banken willen inleveren conform jullie eigen wensen, is het moeilijk voor mijn branche om gelden af te storten, vooral euro's. Ik vertaal het even in klein geld, want de mensen kijken mee op televisie en we praten hier op niveau en niet iedereen kan het specifiek zeg maar, begrijpen. Maar ik wil het even brengen naar waar het eigenlijk ook onder andere om gaat. Die ondernemer die wil ondernemen en die houdt zich ook vaak aan de regels. Maar we moeten wel een sterke relatie gaan opbouwen met de bank. En die bank moet zich, vind ik wel, of financiële dienstverleners moeten de houding enigszins een beetje gaan aanpassen. Want op dit moment bent u aan het werk voor die correspondentiebank. En niet specifiek voor die klant die daadwerkelijk voor u het geld verdient. Ik wil het even specifiek heel goed onderstrepen hoor. Ik ben geen lastige klant, maar ik zeg wel hoe het is. En ik denk dat de luisteraars en de kijkers hetzelfde ook met me delen. Want het zijn al die mensen die de afgelopen periode gelden hebben gespaard, maar nu niet bij die gelden kunnen komen. En daar heb ik als ondernemer niks mee te maken gehad, maar u stond wel heel dicht bij het vuur. Dus we kunnen aangeven, alles ligt aan die overheid, het ligt aan compliance. Maar die ondernemer, maar ook die particuliere klant op dit moment, die ervaart het toch al even anders. Die weet niet wat compliance betekent. Die weet niet wat het is om een nieuwe customer formulier in te vullen. Die begrijpen het ook niet. Je wordt ermee geconfronteerd, maar wat houdt het precies in? Kijk, wij hebben er ook mee te maken hoor. Wij zijn ook bezig met onze cliënten. Die moeten dezelfde formulieren ook invullen. En het is een ramp om het uit te leggen hoor. Ik geef het eerlijk toe. Absoluut. Gezamenlijk kunnen we die informatie overbrengen, vind ik. Hè? Ook naar het publiek wat nu meekijkt. Want de overheid doet het niet. De overheid legt niet uit wat die compliance in principe inhoudt. Ja. Zitten we hier met de andere groep. De heer Seurats Pandey wil wat uitleggen. En daarna gaan we naar de heer Ramota Singh. Ik wilde even reageren. Laat me zeggen dat ik onderschrijf dat dit een proces is dat, dat de nodige uitdagingen, waar de banken de nodige uitdagingen mee hebben. Eén, om het goed te implementeren binnen de organisatie, binnen de banken zelf. Ik zei al, het is niet iets van de compliance department, maar het is iets van de hele organisatie. Dat kost tijd, dat kost training, dat kost opleiding, et cetera. Ik denk dat we daar veel effort in steken. Maar het kan beter. Dus als je zegt van, jullie maken het moeilijk en het kan makkelijker, en keep it simple, en dan zult u mij direct aan uw zijde hebben. Elke suggestie daarop, concrete suggestie, van nou, dit zou je op die manier kunnen doen, houden we ons van harte voor aanbevolen. We hebben als bankiersvereniging ook het initiatief genomen om een gezamenlijke norm, een compliance framework norm voor de sector te ontwikkelen, zodat daar ook tussen banken een uniforme lijn is. Want ja, wat u zegt is misschien uw ervaring bij één bank, maar misschien is het bij een andere bank weer anders. Maar dat er één level playing field is, één compliance framework waar we ons aan houden. Dat initiatief is genomen, is geïnitieerd en gaat nu in uitvoering. Ik wil wel zeggen dat we
in het, ook met referentie naar dat van de code. Wat hoort, ik hoorde de heer Kalai Khan zeggen, hoe doen we zaken? Wat hoort niet? Ik denk dat we wel ons moeten afvragen dat als je onroerend goed transacties doet, over grote bedragen, dan praat je over niet duizenden, vaak tienduizenden, veelal ook honderdduizenden en soms miljoenen vreemde valuta. We staan daar wel van te kijken als iemand zegt, ik heb iets voor 300.000 euro gekocht en ik heb het in een zak dingen. Dan zijn wij geen, dan hoeft u niet bij de Hakeringbank te komen. Ja. Laat me daar luid en duidelijk over zijn. Wat kan, dat kan. Dingen wat we als betamelijk en normaal en geaccepteerd achten, wat we in het gebruikelijke verkeer, wat hoort en hoe hoor je zaken te doen, dit hoort er in onze ogen niet bij dingen. Dus we willen ook nadrukkelijk aan de groep van makelaars, dit is niet de manier waarop we in de awareness building en in zeg maar de voorlichting naar onze klanten, laten we dan ook als makelaar direct onze klanten daarop wijzen. Maar luister, misschien moet je even met je bank gaan afstemmen, dat je het geld even giraal gaat maken, dat je met je bank, dat de herkomst en alles dingen, en dat het niet erop aankomt dat het bij de onroerend goed transactie de issue gaat worden. Dus dat zou ik wel als advies aan de sector mee willen geven. Nou, het is een discussie die we met veel bedrijven ook hebben. We proberen onze cliënten in het traject van cash naar electronic. We proberen 1, de technologie in place te hebben, de infrastructuur in place te hebben. En we proberen ook de actief bedrijven met de bedrijven na te denken hoe we die vertaling kunnen maken voor hunzelf. Een voorbeeld, we hebben bijvoorbeeld net, en dat hebben we in bankwezenverband gedaan, dus daarom refereer ik daarnaar, dat we als bankiersvereniging de grotere bedrijven, de grotere distributeurs, die cashrich zijn, de bakkerij, et cetera, hebben we met elkaar gezeten en gezegd, maar misschien moeten jullie mobiele postapparaten, misschien moeten jullie wallets, misschien dingen wat betreft als je gaat naar de winkeliers. En als ze niet hebben dingen, of die winkeliers niet bankieren, dan willen we wel met jullie meegaan. En elke ding regelt dat met zijn bank. Om dat met jullie klanten te regelen. Dingen, dat we daar naar kijken. We hebben met de heer Issa ook gezegd. Als hij als goudexporteur leveranciers heeft, waarvan hij zegt, dit is een bona fide partij. Dit is een bona fide partij waar ik zaken mee doe. Maar die bankiert niet. Let us know. Dingen. Dan kunnen we daar gericht naar kijken. Dus we gaan het samen moeten doen. Dat wil ik onderschrijven. We willen dat ook doen. Maar we moeten ook wel heel duidelijk stellen wat hoort en wat niet hoort. Ja. Dank u wel voor uw bijdrage, meneer Shaurat Pandey. De heer Ramota Singh wilde graag wat meedelen. Ja, we praten hier in het kader van onze toetsing die we volgend jaar kregen van de Caribbean Financial Action Task Force. En daar blijkt dat die informele sector een enorme stoorzender is. De uitwassen daarvan hinderen ons en kunnen misschien leiden tot onze blacklisting of delisting of zo. Maar we moeten toch wat preciezer kijken, omdat we op lange termijn willen we duurzame oplossingen en verbeteringen hebben. Die informele sector is geen eenheidsworst. En voor de goede orde, ja, we zien het als een soort kwaad ding in die samenleving. Maar een groot deel van onze welvaart is wel daarvan afhankelijk. Men schat dat ongeveer 30% van ons BBP, in die orde van grootte zit het, in die informele sector wordt gecreëerd. Kijk u maar naar de auto's, de grote huizen die gebouwd worden. Je zou het niet verwachten bij zo'n lage BBP van het land. Dus we moeten toch iets preciezer kijken en dan onderscheiden. Want wat is informeel?
de PG zei het al, alles wat niet formeel is, alles wat niet geregistreerd is, noemen we informeel. Maar er is wel degelijk onderscheid te maken. Informeel is nog niet illegaal. Bijvoorbeeld de monteur die onder zijn huis auto's repareert, is informeel. Hij betaalt geen belasting, maar is nog niet illegaal of crimineel. Dus je moet wel onderscheid maken. En die automonteurs en de mensen die een bona fide job, broodje verdienen, omdat ondernemerschap niet zo makkelijk is in Suriname, doet hij het onder de radar. Die moeten we naar meneer Kalaikang doorverwijzen. En die moet de man als een cliënt behandelen en hem in, de legale sfeer trekken en hem netjes geleidelijk aan laat betalen, registreren. En dan komt hij bij meneer Soraj Pandey om een bankrekening te openen. En dan wordt hij gelegaliseerd. Maar dat andere deel, dat criminele deel, dat moeten we hard aanpakken. Dan komen die harde sancties en dan komen die opsporingsapparaten de wetten en de handhavingsinstanties aan de orde. Dus we moeten wel dat onderscheid maken. En dan moeten we ook, willen we inderdaad dat gemakkelijk geld dat in die illegale sfeer verdiend wordt met drugsdoorvoer en witwassen van dat geld, dan willen we dat aanpakken. Dan moeten we alternatieve werkgelegenheid creëren. Dan moeten we ondernemerschap makkelijker maken, et cetera. We hebben een hele agenda daarover af te werken. Dat niet met deze discussie te maken heeft, maar wel met onze duurzame ontwikkeling. En om deze keer, ook als we deze keer er doorheen komen, moeten we de volgende keer wel goed in orde hebben. Dank u wel voor uw bijdrage. Informeel is nog niet illegaal. Een bona fide exporteur is ook geen gatengraver in het bos. Meneer Issa, met deze vertrekpunten die aangegeven zijn, kunt u daar verder mee op het gebied van de goudexport, dat u zegt van the time to act is now. We hebben geen tijd om te wachten op de overheid en allerlei zaken, maar we moeten samen in gesprek met elkaar uiteindelijk dat snel oplossen. Dus volgens mij is dat punt met mijn eerste opmerking misschien verkeerd overgekomen. Het gaat om een serieuze gedeelde verantwoordelijkheid en dat heeft iedereen aan de tafel hier bevestigd. Het probleem is dat we dus sterk achterlopen en de consequenties zijn erg hoog voor deze sector. Omdat op dit moment andere productiesectoren vrijwel stil liggen en die moeten nog op gang komen. Hopelijk gaan we dat in de nabije toekomst zien. Dus het zou... Ja, het wordt rampzalig, misschien kan Rafik dat ondersteunen vanuit de banksector, het zou echt een probleem zijn als we nu op korte termijn problemen ondervinden met de normale goudzendingen uit Suriname. Dat is het enige. Ik wil ten aanzien van het punt van die euro's, wil ik dus volledige ondersteuning geven aan wat de banken hebben gezegd, want die discrepantie is ook op de markt. De internationale koers tussen 1 US dollar en een euro ligt iets boven de 1,18. En er worden euro's gehandeld op 1,11 in de markt. Wil zeggen dus dat er een overschot aan euro's is die eigenlijk nergens niemand kwijt kan. En zelfs op contant is het one-on-one met de US dollar. En dat zegt veel over de legitimiteit van die euro in omloop in Suriname. Dus dat punt zou het zo zijn dat de banken niet streng daarmee zouden optreden, dan hadden we die witmasmachine helemaal aan de gang hier in Suriname. Dus dat punt moest ik ondersteunen en iedereen van het bedrijfsleven moet zich erg van bewust zijn daarover. Mevrouw van Dijk-Silos, u wilde wat met ons delen. Ja, maar eigenlijk een beetje aanvullend op twee dingen. De informele sector, daar hebben we het net over gehad. Maar ik had het gevoel dat het wel goed is om te weten dat die informele sector bijna 3 keer zo groot is als die formele sector. En dat geeft aan dat dit hele land op die informele sector draait. Daarom hebben we geen financiële taferelen en Haiti-taferelen. Hoe moet je daarmee omgaan? Heel voorzichtig. Want het is niet de bedoeling dat die informele sector ergens verdwijnt en we zien hem niet meer in dat land. Het is een kluif, maar wat ik mee wil geven aan de financiële instellingen, is dat met hun policy, om al voordat je een rekening hebt, dat je geweerd wordt, zogenaamde KYC,
Wat je daarmee bereikt, is dat je onbewust en ongewild die informele sector vergroot. En dat die geldenmassa, die liquide massa, niet meer gegireerd wordt. Als je het bekijkt, dan zeg je, waarom doe je het al bij KYC? Bij KYC moet je cliënt, heb je die wet idee, je moet weten wie het is en van wat zijn bronnen geld is. En bij CDD ga je een stap verder. En eventueel als het nodig is, in CDD. Die stappen, als je dat doet, dan kan je met recht gaan zeggen, ik ga die risken, maar je kunt geen mensen tegenhouden, omdat je onbewust het paard wordt van het vergroten van die informele massa geld. Dat is nu gewoon eenmaal zo. Als arme werknemers van een casino, om een voorbeeld te noemen, niet eens meer een rekening mogen openen, ze hebben niet eens een rekening nog, maar ze mogen het niet openen, want hun baas is de casino. Dan is er al iets wat zeker naar gekeken moet worden. Want die informele sector kilt die formele sector, kilt een Tersol, kilt een bedrijf van u. Terwijl je op de een of andere manier moet bewerkstelligen dat die informele sector systematisch afgebouwd wordt, op welke wijze dan ook. Daarvoor heb je winsten nodig, die economen die je kunnen zeggen, ik ben dat niet. Maar het is wel nodig dat het heel duidelijk met de financiële sector betrokken moet worden. Erbij, omdat er een bepaalde rol voor hun is weggelegd. En dat is namelijk dat je dat giraal betalingsverkeer omhoog moet stuwen. Ik luisterde net naar de directeur van de Hagerinbank wanneer hij zegt, mobiele, weet je die dingen, postautomaten. En ik dacht direct aan Nederland. Je mag niet meer dan 20 euro cash betalen. Zelfs op de vlooienmarkt heeft die verkoper een mobiele postapparaat. Dus wanneer die publieke sector, regering en parlement, nalatig blijft om dit te stimuleren bij jullie, dan kunnen jullie van alles doen, maar het gebeurt niet. Want er is geen wet die het verbiedt dat je betalingen meer dan, zeg maar wat, 100 SRD kan doen, niet mag doen cash. Je moet al die dingen holistisch benaderen, want het een is het ander. En we hebben heel veel werk, en eigenlijk krijg je adrenaline om te beginnen om het aan te pakken. Maar zolang de randvoorwaarden er niet zijn, heeft niemand ook zin om dit aan te pakken. En dan komen we terug op vertrouwen en daarmee stop ik. Dank u wel, mevrouw Van Dijk-Silos. U wilde reageren en dan ga ik naar het publiek. Ik ben blij dat de discussie dus duidelijk is van dat iedereen samen moet werken. Hè, de banken, het bedrijfsleven, noem maar op. Ik wil aan de mensen zeggen, eigenlijk heb ik 600.000 klanten. Want de Belastingdienst zorgt heel goed voor je. Vanaf je geboorte tot na je dood. Ja. En je terecht, jullie zijn onze klanten, maar dat betekent niet dat je gebombardeerd wordt. Je bent wel belastingplichtig, maar je hoeft nog geen aangifteplichtige te zijn of aangifteschuldige. En ten aanzien van je definitie of je statement van informeel is nog niet illegaal, daar ben ik helemaal met je eens. Want ook zodra je illegaal geld hebt en je wilt belasting betalen, ben je bij mij welkom. Dat is zo. Oké, er is nog één vraag uit het publiek en dan gaan we naar de stellingen van de volgende groep. Goedenavond iedereen. Mijn vraag is gericht naar meneer Rafiek. Ik heb uw stelling zojuist aangehoord, maar ik heb dus nog een vraag. Als u het aan mij vraagt, gaat alles eigenlijk om een kettingreactie. U gaf net heel hard aan dat als iemand, zeg maar, een makelaar, met een heel groot cashbedrag bij u aankomt voor zijn cliënt, dat u dat absoluut niet aanneemt. Maar wat ik wil aangeven is dat het ook om een kettingreactie gaat. Als ik een cliënt heb die alleen maar in SRD gefinancierd kan worden, maar iets moet aankopen in bijvoorbeeld euro's, dan wordt die cliënt door de klant eigenlijk doorgewezen om dat die euro's op straat in te kopen. Wanneer die klant die euro's uiteindelijk bij jullie weer op de bank wil krijgen, hebben we daar een groot probleem. Of moet die klant, zeg maar, het overboeken naar een verkoper die in het buitenland zit, hebben we nog een groter probleem. Dus het gaat bij mij wel om een kettingreactie. Het is
niet van één kant heel hard roepen dat het niet kan, maar we willen ook oplossingen van jullie kant uitzien. We moeten samenwerken. En op dat moment zeg ik van, oké, we kunnen dan goed het illegale onderscheiden van het legale, maar op dit moment vind ik daar niet zo'n goede duidelijke lijn in. Ja, helemaal mee eens. Je moet nooit alleen nee zeggen. Je moet altijd een solution hebben. En ik denk dat mevrouw Van Dijk Silos eigenlijk dat heeft aangegeven. Ik onderschrijf wat vestvoorzitter aangeeft. Informeel is hij illegaal. Maar voor de bank is er wel een ding waarbij wij, no tell me, but show me. Wij moeten iets kunnen toetsen. We kunnen niet zonder meer afgaan op wat iemand ons vertelt. Niet dat we per definitie wantrouwig zijn, of niet dat we per definitie ervan uitgaan dat wat de persoon ons zegt niet waar is. We don't know dingen. Informeel betekent er is geen registratie. Ik kan het niet toetsen. Ik zeg niet dat de persoon illegaal is. Ik zeg niet dat de persoon slecht is. Ik zeg, ik kan niet aan de conditie, aan de regels voldoen. Maar we hebben wel proactief dat we dat met de sectoren zeggen, kijken van oké, maar hoe kunnen we ordenen? Hoe kunnen we zeggen dat het wel kan? Veel informele personen. We hebben een wet bedrijven en beroepen. Waar een register voor gemaakt dingen. Er moeten uitvoeringsbesluiten genomen worden. We hebben als bankiersvereniging met, niet deze, deze nog niet. Maar met de vorige, minister van Handel en Industrie ook gesproken. Waarbij we ze hebben gezegd, als je die uitvoeringsbesluiten maakt en het systeem in place zet die de wet voorschrijft. En de mensen zijn geregistreerd daar. Ik oefen dat beroep uit. Want niet alles is ondernemer bij de Kamer van Koophandel. Dingen, we know. Dan hebben we een aangrijpingspunt. Dan kan je, als de mensen dingen hebben bij de belasting, hebben we een aangrijpingspunt. Vanuit welke, zeg maar. Dus we proberen actief mee te denken met onze cliënten en met de staat, met de overheid ook. Financial inclusion is belangrijk, die toegang tot dingen, maar we proberen het zolang de randvoorwaarden niet in place zijn, moet u niet van banken verwachten dat die wil, een bank kijkt, heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid. De vermaatschappelijking van het bankwezen wordt het genoemd. We gaan min of meer richting nutsvoorzieningen als de EBS, de elektra en de waterdingen. Toegang tot financiële diensten is belangrijk. We onderschrijven dat. We willen dat ook actief aan meewerken, ondersteunen, actief over meedenken en meedoen om dat te realiseren. Het is goed voor de business. Als er meer mensen cliënt worden van de bank, betekent dat we meer zaken gaan doen. Geen enkele bankier gaat daar tegen zijn. Maar het moet good business zijn. Het moet sound business zijn. En we moeten die beoordeling kunnen maken. We moeten die toetsing kunnen maken daarvan. En daarom kijken we. En als je praat over valutatransacties. Right? In de dingen, dan heb je ook daar wetgeving. Wet toezicht geldtransactiekantoren. Bij wie mag je een wisseltransactie uitvoeren? Als in Suriname. Als je een wisseltransactie uitvoert bij een dergelijke instantie, onder toezicht van de centrale bank staat, daar vergunning voor heeft, de transacties rapporteert aan de centrale bank en je daar ook dan dus de nota voor geeft, dat je die wisseltransactie daar, dat bedrag tegen die koers en de oorspronkelijke SRD-betaling kan aantonen. Ja, we can work, we can look at it, dingen. Wat je vaak hebt, dingen, is dat dat niet het geval is, dingen. En dan is het een wisseltransactie die een illegaal karakter heeft. Althans, niet conform wet geldtransactiekantoren. En dan gaan we er geen medewerking aan kunnen verlenen. Toch? Dus we willen, banken zijn commerciële instellingen. We want to do business dingen. Dus als we het sound business is, als we het binnen het kader kunnen brengen, dan gaan we dat zeker niet nalaten te doen.
toch, maar toch, omdat er specifiek over wisseltransacties gesproken wordt. Wisseltransacties met formele partijen die daar toegestaan zijn, die gerapporteerd hebben en waar zeg maar ook de notas en dergelijke bij zijn, die worden geaccepteerd. Vaak als men komt, zegt men, ja, ik heb het gewisseld bij een cambio, maar ik heb geen nota en dergelijke. Ja, don't tell me, show me, zo'n dingen. Meneer Gerard Spandé, omwille van de tijd, twee kleine opmerkingen, één kleine opmerking. Een kleintje is het. Weet je, hij triggert me toch. Hij stuurt die persoon met die valuta naar die informele sector. Terwijl je het kan nemen en het melden bij de FIU. Dan is het toch binnen? Ik bedoel... Mevrouw van Dijk, Silos, niet alleen u wordt getriggerd hoor, maar ook ik daarin hoor. Ik ben blij... Ik ben blij dat u in ieder geval uw eigen bank goed vertegenwoordigt. Ik bank hier nog niet bij u, maar wel bij de overige banken. Waarbij ik toch wel het volgende van wil benoemen. Wij zijn, zoals ik al eerder aangaf, zijn wij dus een van de makelaars die ook compliance-proof werken. Dat houdt in als wij onder andere contanten krijgen, dat wij eigenlijk dezelfde vragen ook stellen. En de klant het ook moeten kunnen vastleggen of kunnen bewijzen waar die gelden vandaan komen. Maar ik ga u nou een praktijkvoorbeeld geven waarbij wij dus een cliënt hebben die volledig aantoonbaar heeft aangegeven waar het geld vandaan komt. Wij alsnog een motmelding hebben gemaakt, vervolgens de gelden aanbieden. En als het euro's zijn, zegt de bank specifiek nee. Maar als ik die dollars voor die breng, dan wordt die rode loper voor me uitgezet. En dat zijn de banken die ook hier aan tafel zitten. Kijk, ik nogmaals hoor, ik bank hier niet bij u, maar bij uw collega banken dus wel. En dit zijn de praktijkvoorbeelden. En daar hebben we als ondernemers, die op een eerlijke manier ons zaken willen doen, heel veel problemen mee. Nu zeg ik niet van dat ik het niet begrijp hoor, helemaal niet. Maar ik eis wel om samen met u te werken. Want zonder mijn geld en het geld van de mensen om me heen, heeft u ook geen bestaansrecht. Want u vertegenwoordigt nu nog steeds uw eigen bank, vind ik. Nu allen hier eigenlijk ook. En jullie werken eigenlijk voor de correspondente banken in het buitenland en niet voor uw cliënten. Want die dollars die u nodig heeft, wilt u met open armen ontvangen. Dat laat me u niet aanvallen hoor. Maar die euro's niet. En ik begrijp waarom. Maar laten we eerlijk en transparant daarin zijn. Dat is een vraag die de bank, de directeuren zelf mogen antwoorden misschien. Meneer Wilson, mag ik heel even? Ga u gaan. Ik zal niet ingaan op waarom wel die euro's of waarom en wel die dollars. Maar even terugkomen op dat van die mevrouw. Waarom moeten we die zaak doen in euro's? Waarom kunnen we die... die transactie, die aankoop van het terrein, niet gewoon doen in SRD's. Toch? Daar begint het mee. Zeggen we steeds van, we hebben geen vertrouwen in onze munt. Ik bedoel, come on. Ik ben de mening toegedaan dat we zoveel als mogelijk deze zaken in de SRD-sfeer moeten doen. Toch? Ik weet wat is gebeurd in het verleden, dat men zegt van, ja, ik wil mijn geld waardevast hebben. Maar come on, laten we, als de onroerend goed... Of de verkoper zou zeggen van, ik neem dat geld in die SRD's en ik ga daarmee door. Toch? Hoef die persoon niet te sturen naar die cambio. Hoef die persoon niet bij ons te komen en zeggen van, geef me die euro's om die transactie om te zetten. Want ik wil mijn geld waardevast hebben. Waar was u net? Ik was hier. Ik was hier. Toch? En ik heb het meegemaakt. Ik heb allemaal meegemaakt. Net als u, meneer Issa. Maar laten we ook daarna kijken. Toch? Ten aanzien van die euro's, oké, we weten wat er allemaal is gebeurd. We kunnen niks shippen. We zitten vast met die euro's. Toch? Vroeger brachten we miljoenen aan US dollars het land binnen. Echt, miljoenen. Op dit moment kunnen we iets aan dollar binnenbrengen, want niemand wil voor Suriname shippen. Niemand. Toch? Dus we moeten omgaan met het weinige wat we hebben. En daarom dat banken zeggen van, oké, heb je die dollars voor me? Breng het. Ik ga je zeggen, ik denk dat banken overval zitten met die euro's. We kunnen het voorlopig niet wegbrengen, maar oké, daar zal een oplossing in komen. Daar ben ik heel erg van overtuigd. Maar terugkomen, toch? Ik begrijp het, we hebben de jaren 80 meegemaakt. Maar moeten we op die manier doorgaan? Toch? Moeten we die transacties blijven doen in die US dollars? Moeten we die transacties blijven doen in die euro's? Dus dat is een vraag. We hebben laatst een hele felle discussie gehad. Met de centrale bank.
Als we kijken naar de dollarinkomsten en de exportopbrengsten van Suriname, komt 80% hier al het land binnen. Maar wat zien we gebeuren? Bij ons, als de mensen moeten wisselen, is het maar 20%. De rest vindt zijn weg naar andere, hoe zou ik het zeggen, naar andere kanalen. Waar men tegen een hogere koers die zaak kan doen. Hoe gaan we daarmee om? Toch? Als men, en we pleiten er steeds voor, weet je, kom met een wetgeving, kom met een regel. Dat wij als commerciële banken samen met de centrale bank, toch? Dat die dollars aan ons verkocht kunnen worden en die euro's. Dat wij dat weer kunnen geven aan de ondernemers, aan de bedrijven. Toch? Kunnen veel meer doen. Maar er gebeurt niets. En op die manier gaan we maar door. Dus ik denk dat er niet alleen regelgeving moet komen. Ik denk dat er een paar, hoe zou ik het zeggen, bepaalde eenvoudige maatregelen moeten nemen. Maar ik denk dat er een heleboel politieke wil voor nodig is. Jammer genoeg heb ik die politieke wil nog niet gezien. Ik hoop dat het er wel komt. Maar daarmee zouden we heel veel in Suriname goed kunnen maken. Toch? En kunnen gaan naar een goede, geordende samenleving. Dat is mijn zienswijze, hoor. Politieke wil. Ik wil dan het laatste woord aan de heer Tersol geven. En is er nog iemand uit het publiek die wat wil delen met ons? Meneer McLeod, ik dank u zeer voor het eerlijk en open aard. Ja, het eerlijk antwoord. Hè? Waarom uiteindelijk die euro's dan niet aangenomen worden. In plaats van een politiek technisch antwoord. Correct antwoord. U gaf net aan, hoor, en ik kan het wel onderstrepen, hoor, we moeten meer vertrouwen hebben in onze eigen munteenheid. Maar als we geen vertrouwen hebben in de overheid, en als die overheid die vertrouwen niet kan geven, dan gaan we niet in SID's gaan investeren. Laten we daar eerlijk over zijn. Los daarvan is het ook diezelfde overheid. Als wij als makelaars uiteindelijk een transport moeten gaan uitvoeren, dan moeten we een taxatierapport laten maken. En een van de grondslagen daarvan is de klapperwaarde. De klapperwaarde is een minimale grondwaarde per vierkante meter. Die dezelfde overheid heeft vastgelegd in valuta. Dus als die overheid wint en wilt toch, dat wij moeten gaan handelen in SID's, dan zullen zij vervolgens die klapperwaarde uiteindelijk ook moeten gaan veranderen. En die zal dus onder andere in SID's vastgelegd moeten worden. Tevens diezelfde klapperwaarde die al jaren bestaat, is al achterhaald. Sommige straten die bestaan niet meer of er zijn nieuwe straten bijgekomen. Los daarvan maakt die klapperwaarde geen onderscheid tussen eigendom en grondhuur. Met als gevolg dat iedereen tegenwoordig vindt dat grondhuur dezelfde waarde heeft als eigendom. Diezelfde overheid die klapperwaarde in leven in stand houdt, hè, die moet zijn zaken beter gaan regelen inderdaad. Ja. Er was nog één persoon uit het publiek en daarna gaan we naar het panel. Ik wilde gewoon even aanvullend reageren op wat er al is gezegd. Ik snap wat er wordt gezegd vanuit de makelaardij, vanuit het bedrijfsleven. Ik snap dat jullie willen dat de banken eigenlijk niet generaliseren, maar specifiek naar de specifieke bedrijven zelf kijken. Maar die kettingreactie waar jullie naar refereren, daar hebben wij ook last van. En we moeten oppassen dat we niet alle verantwoordelijkheid bij de banken gaan schuiven. Als wij die euro's zonder meer gaan aannemen, die euro's zijn niet zomaar geconfiskeerd. Ze zitten niet zomaar nog steeds vast. En als we blijven doorgaan, alleen maar omdat wij, zoals jullie het stellen, voor onze samenleving moeten werken, voor de customers moeten werken en dus niet verder kijken dan de partners die onze business eigenlijk in stand houden. Want zonder die partners bestaan we niet en hebben jullie ook geen bank om naartoe te gaan. Dus we moeten oppassen met alle verantwoordelijkheid naar de banken toeschuiven. We zijn niet de toezichthouders. We hebben ook die partnership van de overheid nodig. En als de overheid, we komen uiteindelijk elke keer weer daar neer. We moeten niet op de overheid wachten, maar we hebben de overheid toch nodig. Als de overheid niet doet wat ze moeten doen, blijven we in die cirkel ronddraaien. En dan gaat de financiële wereld niet meer kunnen doen dan ze nu al doen. Dankjewel. Mevrouw Agijbersing, bedankt voor uw bijdrage. Omwille van de tijd gaan we de andere stellingen niet behandelen, we hadden nog vier. Ik wil graag de heer Issa de ruimte geven om nog één met ons te delen. En daarna vraag ik de panelleden om hun kijk op zaken te geven. Dus nogmaals, laten we bevestigen dat deze kant van de tafel het bedrijfsleven met betrekking tot de maatregelen met de euro's 100% achter het bankwezen staan. 100%, dat hebben we ook gezegd. Wat ik dacht dat ik aan de andere kant van de tafel van de vestvoorzitter zou horen is
dat we die discussie met betrekking tot compliance en allerlei zaken ook met de export, dat de issue van die unificatiekoers, ja, de export ook ten nadele komt. Ja, want, en ook en de overheid bij de importer. Wij hebben die discussie gehad voordat die unificatiekoers werd vastgesteld en iedereen heeft geprobeerd de overheid te overtuigen om die koers eens en voor altijd los te laten. Het is al 20 jaar zo dat ze hebben geprobeerd een koers vast te stellen. We kennen precies het resultaat wat gaat gebeuren of wat zou gebeuren na 1429. We hebben het gehad bij 280, 335, 406, 752. Je weet precies wat er gaat gebeuren. Nu importeert een bedrijf een container met een waarde van $100,000. Wij hadden voorgesteld elke tweede dinsdag van de maand wordt de douanekoers vastgesteld. Nou, jarenlang heeft de overheid inkomsten gemist doordat ze de invoerrechte koers op 752 hadden. Nou, nu geniet u ervan, want wij betalen veel meer aan, bij de indirecte belastingen. Maar eigenlijk zou bij de volgende dinsdag van november zou die koers bijvoorbeeld nu op 17 zijn. En dat zou de inkomsten van de overheid hoger kunnen zijn. Aan de andere kant hebben wij dus de tegenmaatregel. Want de kwestie van de tegenmaatregel is de mentaliteit dat we moeten ervoor zorgen dat mensen niet gaan pinaren. Waar tegenover staat is die subjectsubsidie. Maar wat we zien in de markt is dat de overheid zegt zichzelf in een probleem. Door een koers vast te stellen en van tevoren weten, je kan niet vasthouden. En it's not good politics, it's ook not good economics. En het houdt ons achter, want was het al hoger gegaan, misschien waren we nu op weg terug. In plaats van dat we steeds moeten meten tegen een lagere koers. Dus ik denk dat dat ook een grote rol speelt voor compliance. Want de centrale bank van Suriname heeft behoefte om goud op te kopen van de goudexporteur. En er is steeds een wrijving. En daar komt er steeds een wrijving. Natuurlijk moet de centrale bank het de SRD kopen. Maar als de centrale bank van de goudexporteur goud opkoopt tegen 1429, zijn we instantly 20% in het rood. En daar dat is niet zo makkelijk te verteren. Nou, diverse wrijvingen, diverse spanningsvelden op diverse gebieden. Ik ben blij om te horen dat mensen graag willen samenwerken en met elkaar in dialoog willen gaan om de zaken op te lossen. Ja, ik ben helemaal voorstander van een beheerd zwevende wisselkoers. Omdat inderdaad het vasthouden van de koers altijd een recept is voor een economische ramp. Maar al die crisis zijn vooraf gegaan aan het kunstmatig vasthouden van een waarde van die munt die je niet verdient. Dus die 1429 gaat ook geen stand houden. En gaat ook nooit tot een stabiele wisselkoers leiden. We gaan hem moeten vrijlaten binnen een bepaalde marge, meestal 2,5% naar boven en naar onder. Dat is ongeveer 50 cent meer of minder. Dat mag altijd. Dat gaat geen reden zijn waarom men niet naar de bank komt. Maar als ik in plaats van 18 kan krijgen, dan ben ik gek als ik naar die bank ga. Je zal wel gek zijn, zei de heer Amodar Singh. Ik wil beginnen bij de heer Wilco Bilkelein van de ASFA. Ik ben helemaal eens met... We gaan nu dus naar de panelleden. Even. We gaan nu naar de afronding toe. Er zijn nog eens 4 stellingen om te behandelen, maar de discussie is goed op gang gekomen, dus we laten het hierbij. Ik kreeg ook te horen dat we geen zendtijd meer hebben. Dus ik wil overstappen naar de panelleden en beginnen met de heer Wilco Bilkelein. Oké, maar ik wil toch meegaan met Winston, daar zegt zich voor de rest niets meer van. Ik had ten aanzien van stelling 2, daar staat toegang tot financiële diensten. Ik vind het een heel ruim begrip. Ook daarover hoef ik niet een heleboel te zeggen. Mevrouw Van Dijk heeft een paar dingen aan aangescherpt. Dus als u begrijpt wat eigenlijk waar ze het over heeft, dan zou daar niet moeten staan financiële diensten per se, omdat het kan van anything zijn. Toegang tot kapitaal is niet financiële diensten. Dus dat is eigenlijk waar ik naartoe wil gaan. We willen geen discussie erover voeren. Maar we willen toegang tot kapitaal verbeteren. En niet toegang tot financiële diensten per se. Want eigenlijk voor mij is dat misleidend. Ik weet niet geen discussie, maar zijn. Gewoon toegang tot het geld. Ja, misschien toelichtend, niet discussiëren. Maar als je praat over financial inclusion, want
daar gaat het in principe om. Toegang tot financiële diensten, betalen, lenen, sparen en verzekeren. Dat wordt in feite die, over die diensten praten we over. Dingen waar iedere burger toegang toe moet hebben. En dat is een, iets wat de bankiers volledig onderschrijven en actief aan willen meewerken. We hebben hier een heel belangrijke gast die, moet ik erbij zeggen, zelf gevraagd heeft om hier aanwezig te zijn. Want iedereen had het over de afwezige overheid. Maar we hebben hier iemand van de overheid in het panel. En die gaat ons nu verder zijn kijk daarop geven. Ga uw gang. Eén, ik heb niet gevraagd om hier te zijn. Ik ben gevraagd om hier te komen. Vanuit waarschijnlijk een persoonlijke relatie. Maar goed, toevallig zit ik op een stoel van de overheid. En voor hoe lang weet ik nog niet. Maar voorlopig zit ik daar. Ik ben heel erg blij met de discussie. Ik vind dat de organisatie heeft heel goed werk gedaan. Dank daarvoor. Ik hoop dat deze discussie ook doorsijpelt naar alle lagen van de bevolking. Waar het gaat tot uiteindelijk om het Surinaamse volk. Het gaat om uiteindelijk om iedereen. Ook die kleine man die in die auto onder het huis van Winston werkt. Welke van die huizen? Ja, dus, daar moet... Dus over wat doe je niet en hoe doe je dat en hoe kan ik een bankrekening open zonder te veel jugu jugu en ik moet het aanmelden. Ik vind het geweldig, ik vind dat die discussie heel goed en jammer. Ik vind het wel jammer dat het alleen maar over bankieren ging. Waarschijnlijk zijn de bankieren zo aantrekkelijk hier in de discussie, dus ik weet het niet. Maar ook een ander belangrijke punt wat naar voren is gekomen. Zij die willen en niet kunnen, moeten we helpen. En zij die wel kunnen, maar niet willen, moeten we hard aanpakken. Dank u. Mooie woorden. Last but not least gaan we naar de heer Jim Boussaid vanuit het panel om zijn kijk op zaken te geven. Ga je gang, Jim. Ik vond het een fijne en heel nuttige avond. Ik wil de organisatoren complimenteren voor het initiatief. We hebben, vind ik, op een hele open en eerlijke manier gediscussieerd met elkaar. En we hebben hier een hele brede dwarsdoorsnede van de Surinaamse samenleving. Ik denk dat we moeten concluderen dat er nog veel te organiseren is in dit land. Want daar gaat het in feite om compliance. Dat we dingen op een goede manier ordenen, regelen. Dat we één speelveld hebben, dat er geen concurrentie waar... de heer Suraj Pandey erop weet, dat er geen voordeel kan worden gehaald omdat de regelgeving niet door ieder op dezelfde manier wordt toegepast en de toezichthouders falen. Dat moet niet. Ik denk dat het ook duidelijk is dat we moeten samenwerken met z'n allen en dat iedereen zijn rol moet vervullen. Een belangrijke taak van de overheid is dat ze de politieke wil demonstreren. Er is inderdaad een vraagstuk van, hebben ze de competenties in huis om dit te doen, maar ik denk dat er ook voldoende support in de samenleving is om dat te doen. De belangrijkste taak van de overheid is, en het is een grote taak, omdat als je goed kijkt, is de afgelopen jaren systematisch, en in mijn visie, het is een harde uitspraak, bewust proces, ingezet om instituties in dit land te verzwakken en te ontmantelen, om corruptie de ruimte te geven en te faciliteren. Wij moeten, als we zeggen dat we corruptie willen bestrijden en de samenleving willen ordenen, is de opdracht aan de overheid om instituties te versterken. Het is minder sexy. Overheidsmensen gaan liever naar een nieuw gebouw en om een lint te knippen. Maar dat is een mooi gebouw. Dit is abstract, maar het is erg van belang voor de opbouw van de samenleving. Ik denk dat boodschappen ook duidelijk zijn. De boodschap naar de banken is ook duidelijk. Let op financial inclusion, want financial inclusion, financial exclusion is een serieus probleem. Ik ben oud-bankier, maar ik zeg u, de meeste telefoontjes die ik nu krijg, kan je niet bemiddelen. Want ik verdien op een eerlijke manier mijn geld, maar kan het niet storten. Dat soort zaken. Hè. En het is niet alleen een Surinaams probleem. Heel recentelijk heeft de Nederlandse Bankiersvereniging een commissie ingesteld die hier onderzoek naar gaat doen. Want het blijkt dat bijvoorbeeld cash-intensieve sectoren in Nederland
gedierd worden vanwege hoge compliance kosten of compliance moeite. Dat speelt ook hier. Maar we moeten een echte effort doen, want vooral het MKB wordt getroffen, weet je, dat ze niet op een normale manier kunnen werken. Ik weet dat financial inclusion een belangrijke issue is voor de bank, maar ook voor de overheid. Ik denk dat we hier een goede invulling aan moeten geven. Ik vraag me af wat de follow-up gaat zijn, want we zitten hier, er zijn hele goede opmerkingen gemaakt. Wat is de follow-up? We moeten hier follow-up aan gaan geven en er moet een sturing en coördinatie zijn. Dus misschien moeten we daar ook over nadenken, zodat we daar een goede follow-up aan geven. Maar ik vond het een heel nuttige avond. Ik heb genoten en ik heb mijn tijd niet verloren. Dank u wel, de heer Boussaid. Bedankt voor deze mooie opmerkingen. De heer Boussaid zal niet de heer Boussaid zijn als hij ons niet met een nadenkertje achterlaat. Hoe met de follow-up? Dat is voor iedereen om over na te denken. En de heer Issa wilde graag afsluiten voor ons met een opmerking. Nou, het gaat niet om afsluiten. We hebben heel wat zaken belicht die negatief zijn en die veranderd moeten worden. Maar ik wilde toch vanuit deze kant van de tafel met een positieve noot vanuit het bedrijfsleven iets opmerken. Er is recentelijk eindelijk wat strengere maatregelen getroffen bij de douane op de haven en op Zanderij. En ik kijk richting meneer Kalaikan. En ik kan u zeggen, mevrouw Van Dijk heeft het net ook gezegd, die politieke wil, als het er is en het wordt gedaan, en het wordt direct gedaan, de gevolgen voor de bona fide importeurs zijn instantly zichtbaar. Nummer 1, de overheid verdient de inkomsten die ze nodig hebben om hun begrotingen af te wikkelen. Maar tegelijkertijd zien wij bijvoorbeeld bij Lucky Store, zien we het moment dat er opgetreden wordt, zien we onze groothandel, die gaat vooruit. We kunnen dan direct beter concurreren. Wat we vragen, dus de positieve noot is gefeliciteerd met die stap. Het komt vanuit de belastingen. En het tweede wat we vragen is continuïteit. Laat het niet even een bliksemactie zijn, maar continuïteit. Dank u wel. Dank u wel, de heer Issa. Met deze mooie woorden wil ik deze discussie afsluiten. Het is een hele open en constructieve samen zijn geweest, denk ik. En dan wil ik het laatste woord geven aan mevrouw Wong Tam Soon om uiteindelijk afscheid van ons te nemen. Wat een debat. Ik had zoiets aan het begin van, komt het op gang? En ja, een vrouw is heel erg belangrijk in het discussiëren. Mevrouw Van Dijk Silos, hè? Bedankt. Vrouwen durven soms te zeggen waar het op aankomt en niet te lief te zijn voor elkaar. Ik wil deze nationale compliance conferentie wil ik samen met u afsluiten. In de eerste plaats wil ik u allemaal bedanken voor uw werkelijk dat u uw bijdrage, uw support hebt geleverd aan dit particulier initiatief. Ik zei het eerder, we zijn 2 jaar geleden zijn we begonnen met compliance bewustzijn onder een bepaalde groep bedrijven in Suriname. Het waren de makelaars en de heer Tersol is een van de voorlopers daarin. Het was geen makkelijke weg, omdat het heel veel praten was. Praten. Heel veel discussies voeren. En eigenlijk leverde het nog niets op. Maar als ik nu kijk, 2 jaar verder, en ik sta hier te midden van diverse stakeholders die betrokken zijn geweest bij de National Risk Assessment. En als ik kijk van hoe we met elkaar in contact zijn, aan het praten zijn over de behoeften om compliance bewustzijn verder te vergroten in Suriname. Hoe we openstaan voor elkaars mening, om het zo te zeggen. Hoe we constructief samen willen werken. We zijn er nog niet. Nog steeds zijn er bepaalde muren, nog steeds zijn er bepaalde barrières. Maar er zijn handen uitgereikt naar elkaar toe. Naar de diverse sectoren onderling, de diverse stakeholders in het veld. Dat vind ik een van de grootste stappen welke gezet is tijdens deze Nationale Compliance Conferentie. 1 opmerking van een zeer commerciële man, waar ik eigenlijk in principe
ruim 10 jaar geleden kennis mee maakte en waar ik enige tijd mee heb mogen werken, dat triggerde mij. En dat gaat om de heer Boussaid, die als ik ken als een zeer commerciële man en die zoiets had van tijdens de voorbereiding van zijn workshop, zijn inleiding over het spanningsveld tussen commercie en compliance, dat hij durfde te zeggen, ik moet even verklappen, in die 2 jaar dat ik heb mogen meewerken samen met hem, ja, compliance moeilijk om het zo te zeggen, heel veel in de fronsen, heel veel discussies, maar tijdens het voorbereiden van zijn workshop gaf hij aan, zei van ja, ik begin het enigszins leuk te vinden, compliance. Klopt dat, meneer Boussaid? Ja, dus dat wordt een van de grootste complimenten voor ons. Allemaal, pardon? Zeker. Kijk, dat hij zijn medewerker helemaal heeft toegezegd, hè? Om versterking aan te bieden binnen de Natural Risk Assessment. Ik wil de kijkers thuis bedanken voor uw geduld. Om toch wel te trachten om deze moeilijke materie voor ons allemaal, hoor. Het is niet omdat wij het hierover praten, dat wij het helemaal begrijpen. Maar we hebben onze schouders ondergezet om het echt verder te begrijpen en naar u toe over te brengen. Zal de burgers in Suriname, de eenpitters, de eenmanszaak en de overige bedrijven, niet alleen in Paramaribo, maar zeker ook vanaf Marowijnen tot en met Nikeri en vanaf Paramaribo tot en met Kwamalasamutu. Kwamalasamutu kwam langs tijdens de workshop van de heer Ramon Ter Singh vandaag. Rest mij u het team van TEPTOE voor te stellen. En daar gaat het om, wil ik één voor één uitnodigen om hier naar voren te komen. Jair Wontamsoen. Angela Suro Di Cromo. Regina Valentak. Winston Wilson. Jair, wil je bij ons komen staan? Dit zijn wij, TEPTOE Group, verschillende achtergronden. En wij zeggen, two are better than one. Mocht u ondersteuning nodig hebben in begeleiding van compliance, wij zijn er. TEPTOE Group is er voor u. Zowel voor de private als de publieke sector. Dank u wel voor uw vertrouwen en graag tot ziens.